Zo, goedenavond collega's. Op deze laatste vergadering van het jaar 2020, vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en van de gemeenteraad. Twee belangrijke vergaderingen, eigenlijk vier belangrijke vergaderingen. Eerst even de verontschuldigingen. De collega's Caroline Stevens en Luut Kremers zijn verontschuldigd. Nog een mededeling. Collega Ann Kalen zal vanaf 1 januari 2021 als fractievoorzitter van de N-VA fungeren in opvolging van Dimfna Meijnen, om de redenen die u kent, neem ik aan. Dan een toelichting met betrekking tot de manier waarop wij vandaag gaan werken. Ik wens overigens ook welkom de mensen die ons volgen via de livestream, ook de pers uiteraard en de andere medewerkers. We hebben afgesproken dat de eerste vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, waar het budget zal behandeld worden, die zal dus dat punt budget zal behandeld worden door schepen Frank de Waal. En aansluitend zal schepen de Waal ook de nodige uitleg geven over de drie punten van de eerste gemeenteraadsvergadering. Punten die dus ook betrekking hebben op het budget. Nadat schepen de Waal over deze vier punten de nodige uitleg zal verstrekt hebben, zal u allen op de wijze die u kent, dus via chatten, zal u vragen kunnen stellen. Daarna, en nadat die beantwoord zijn door de schepen of door eventuele andere schepenen of de burgemeester, zal u de stemming worden voorgelegd. Eerst het agendapunt van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, waarna die vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zal worden afgesloten. Wij starten dan de eerste vergadering van de gemeenteraad met onmiddellijk de stemmingen voor de drie punten. Dus de drie punten die vermeld staan, die als agendapunt vermeld staan, op de agenda van de gemeenteraad, dus de gemeenteraad van 19 uur. Is dat duidelijk? Daarna wordt ook per agendapunt van de gemeenteraad wordt uiteraard ook gestemd, agendapunt per agendapunt. Zijn daar vragen over? Is dat duidelijk? Ik kijk hier of daar tussenkomsten zijn. Ik heb de indruk van niet. Dan geef ik het woord aan schepen Frank de Waal. Voorzitter, mag ik één vraag stellen, alsjeblieft? Ja. Welke... Je hebt niet gechat, hè? Kan dat? Ja. Ik denk dat ik... Ja, jawel. Excuseer. Ja. Mijn excuses. Ik heb... Ja. Mijn vraag is welke agenda moeten wij dan openklappen voor de stemmingen? Die van de gemeenteraad van 19 uur of die van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 uur? Voor de stemmingen moet u achtereenvolgens eerst de agenda voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 uur openklappen. Dan wordt er gestemd en dan vermeld ik dat die vergadering gesloten wordt. En dan wordt er gestemd voor die drie punten van de gemeenteraad van 19 uur. Oké, dat is helder. Dank u. Oké. Dan is het woord aan Steven de Waal. Ik heb een tovenaar test gemaakt. Oké, bedankt. Mag ik vragen dat alle micro's worden afgezet, behalve deze van schepen de Waal? Ja, schepen, u hebt het woord. Jammer dat woorden zijn prank. Verstaat iedereen mij goed? Ik denk dat iedereen ondertussen ook wel vertrouwd is met het principe hoe wij die goedkeuringen verlenen. Dus de voorzitter heeft al toegelicht dat wij beginnen met een eerste punt op de Raad van Maatschappelijk Welzijn en dat de aanpassing van het meerjarenplan op de vaststelling van
van kredieten 2021. Voorafgaand aan de goedkeuring door de gemeenteraad, wordt dan de jaarplan van het OCMW Hasselt door de raad van maatschappelijk welzijn vastgesteld worden. En de volgende fase zal zien dat we hetzelfde gaan doen voor de meerjarenplan van het Stad Hasselt, om die dan gezamenlijk goed te keuren. Ik ga aan deze mondig zijn in de zin dat de meerjarenplan is toegelicht door de financieel directeur, meneer De Roze. En dat het vierde punt wat betreft het AGB ook toegelicht is door de heer Janssen. Ik stel voor dat we alle punten samen nu ter discussie stellen. Als er vragen zijn, of er daar opmerkingen zijn, dan sta ik u graag te woord. Goed. Zijn daar vragen tussenkomsten? Collega De Witte heeft het woord. Dus meneer de voorzitter, nu gaat het over de algemene tussenkomsten rond de meerjarenbegroting. Hè? Dat is nu ja, gevat, toch? Hè? Ja. Oké. Nee, de schepen was bijzonder bondig. Ja, maar dat heeft te maken met het feit dat we de uitleg gekregen hebben, plus dat er een en ander ook op papier staat, hè, collega De Witte. Maar u mag vragen wat u wil of uw tussenkomsten zijn vrij. U hebt het woord. Dank u vriendelijk, meneer de voorzitter, beste collega's. Ik heb de meerjarenbegroting grondig bekeken. Wij hebben die grondig bekeken met onze fractie, want het is een lijvig document, 400 bladzijden. En ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik toch verbaasd ben rond een aantal herzieningen. Men mag het formuleren zoals men wil, herzieningen of besparingen op een aantal posten. Dus als ik goed kijk naar de uitgaven over de komende jaren, dan gaat de stad besparen onder andere op zorg, 1 miljoen euro. Ik noem een paar punten waarop bespaard wordt. Een maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid, actieplan nummer 87. In het aangepaste meerjarenplan ten aanzien van het meerjarenplan dat dus gelanceerd werd door deze bestuursploeg, wordt er eigenlijk een 500.000 euro minder uitgegeven aan die post. Er was 1,28 miljoen euro voor voorzien. Momenteel is dat er rijdt naar 824.000 euro. Een tweede actieplan 88, gaat over optimale coördinatie, organisatie en toegankelijkheid van gezondheidspreventie en gezondheidszorg. Iets heel belangrijk, denk ik, in deze gezondheidscrisis, preventie. Wel nu, daar was 2,13 miljoen euro voor voorzien door het stadsbestuur en dat wordt herleid naar 1,74 miljoen euro. Hetzelfde voor samenwerking en afstemming tussen hulp- en zorgactoren. Lijkt mij ook heel belangrijk in een gezondheidscrisis. Wel nu, het budget dat daarvoor voorzien werd, wordt bijna gehalveerd. Dat laatste is actieplan 93. Ten tweede, dus dat is voor het luik zorg. Ten tweede, het luik strijd tegen armoede. Er was 400.000 euro voorzien voor het verlagen van drempels, in het bijzonder voor mensen in armoede. Actieplan 95. Dat wordt nu 268.000 euro, ofwel een derde minder. Er was 150.000 euro voorzien voor sociale en duurzame economie. Prioritair actieplan 41. Dat bedrag wordt volledig geschrapt. Ten derde, een leefbare stad voor jonge gezinnen. Daar wordt 300.000 euro op bespaard. Dus er was 1 miljoen euro voorzien voor het aantrekkelijk maken van de stad voor jonge gezinnen. Actieplan 98. Daar gaat 10% van af. Er was 1,14 miljoen euro voorzien voor ontmoetingsplaatsen te creëren. Door bestaande ruimtes slim te gebruiken. Actieplan 105. Daar gaat 110.000 euro van af. Was geld voorzien voor toegankelijk sport in wijken en deelgemeenten. Daar gaat geld vanaf. Dus we besparen ook op een leefbare stad voor jonge gezinnen. Ten vierde, afval- en klimaatbeleid. Er was veel geld voorzien voor
afvalvermindering, zodat we een zero waste stad zouden zijn tegen 2050. Was €900.000 voor voorzien. Dat wordt verleid naar €50.000 in het aangepast meerjarenplan. Ik moet echt eerlijk bekennen dat ik totaal niet begrijp waarom. Er was een budget voorzien van €7,16 miljoen voor het terugdringen van de CO2 met 40% tegen 2030. Dat wordt verminderd naar €6,8 miljoen. Ten vijfde, fietsbeleid. Heel de fietsboost, waar zoveel over gecommuniceerd werd. €4 miljoen gaat er vanaf, van dat budget. Dus collega's, ik begrijp in alle eerlijkheid niet waarom op al die posten bespaard wordt. Ik kan wel begrijpen dat corona een zekere daling van de inkomsten met zich meebrengt. Maar besparen op die uitgaven vind ik niet verstandig. En ten tweede zijn er een aantal nieuwe uitgaven voorzien. De uitgaven die ik zo net heb opgestomd, dat gaat over meer dan 11 miljoen. Maar er is ook extra, er zijn een aantal investeringen voorzien voor meer dan 7 miljoen. Dat gaat dan over de interne organisatie, daar komt €3,4 miljoen bij. Dat gaat over het cameraplan, er was €300.000 voorzien voor het cameraplan. Daar komt nu nog eens €650.000 bij. Dat is een budget maal 3. City marketing. Er was €162.000 voorzien over 6 jaar tijd. Dat wordt nu verhoogd naar €619.000. Dat is ook een budget maal 4. Dus mijn vraag is... ten eerste, ik heb twee problemen erbij. Inhoudelijk ben ik niet akkoord met de beleidswijzigingen die worden doorgevoerd. En ten tweede, ook formeel, dit was helemaal niet duidelijk in de voorstelling die wij gekregen hebben op de commissie. Ook de toelichting van de schepen daarnet is toch wel bijzonder pover, moet ik zeggen, over de beleidswijzigingen die achter deze meerjarenbegroting schuilgaan. Dus ik had graag meer uitleg gehad over over die punten. Ik dank u. Dank u. Zijn er mensen die willen aansluiten? Anders geeft... collega Mondelaars heeft het woord. Collega Mondelaars. Goedenavond. We gaan het een stukje beknopter houden. We hebben inderdaad vastgesteld dat de uitleg op de commissie was eerder sumier in vergelijking met het totale document. Het is natuurlijk wel ook zo dat vorig jaar die begroting eigenlijk al wel is goedgekeurd voor de komende jaren en dat we het hier nu vooral over de verschuivingen hebben. Maar ook wij hebben wel vastgesteld dat er toch een aantal uitgaven minder gedaan wordt, dat er echt wel beleidsmatige keuzes gemaakt worden. Dat is ieders goed recht, maar keuzes die de Hasselaren wel gaan voelen. En dan kun je op het einde van de rit wel zeggen van kijk, de autofinancieringsmarge en de cijfertjes, die zien er allemaal prima uit. Dat klopt ook wel, maar dat is ook wel veroorzaakt doordat er een stuk minder uitgaven aan gekoppeld zijn. Ook van dingen die wel degelijk gepland waren. Misschien wel ook één vraag aan de burgemeester. Destijds, toen de rollen wat omgekeerd waren, heeft u heel vaak hard uitgehaald naar de medium-term notes die gebruikt werden voor de financiering. Er werd toen gezegd van dat dat eigenlijk een zeer risicovol instrument was. Absoluut niet oké om in zo'n gemeentelijke of stedelijke financiering te gebruiken. Op dit moment zitten die er nog in. Ze worden ook omschreven als met een bijzonder laag risico, een hanteerbaar risico. En zelfs eventueel als instrument om ook in de toekomst nog gewoon ingezet te worden. Dus vandaar mijn vraag ook aan de burgemeester, die destijds toch wel heel hard uithaalde naar dat financieringsinstrument. Is wat dat betreft uw mening herzien ten opzichte van de medium term notes als instrument? Dank u. Zijn er nog mensen die willen aansluiten of die vragen hebben of opmerkingen? Dan ga ik nu eerst het woord geven terug aan de schepen om te antwoorden op de opmerkingen van collega De Witte. Schepen De Waal, u hebt het woord. Ik maak inderdaad een hele opleiding op basis van een vergelijking die niet altijd duidelijk is. Ik wil eerst en vooral zeggen, de voorstelling van de cijfers in de commissie, het is wel degelijk een duidelijke voorstelling geweest. Die fameuze beleidswijzigingen die worden aangekaart, die weet ik daar niet in. Wat wij wel gedaan hebben, voor alle duidelijkheid,
zijn cijfers tegen dicht gaan houden. Hè. In het kader van een meerjarenplan en zeker na een bijzonder moeilijke periode van corona zijn er heel wat projecten, maar ook heel wat budgetten natuurlijk die begroting door elkaar geschud hebben. En wat zijn wij gaan doen? Ja, wij zijn gaan kijken, goed, op welke manier zijn de projecten die voorzien waren in 2020 en volgend jaar nog realistisch van binding, want daar zit natuurlijk die factor corona die daar een grote impact op gehad heeft. En dan verder gaan kijken, moet dat in de tijd op een ander moment voorzien worden? Zit dat allemaal juist? We hebben die oefening ook heel grondig gedaan met het volledige college en iedereen heeft daar ook met zijn schouders onder gezet. We zijn dan ook gaan kijken, ja, die begrotingen en die inschattingen die gedaan zijn, zijn die correct gebeurd? Uiteindelijk, wat wij voorstellen is een begroting. We maken een raming van een aantal projecten die wij doen. Door de tijd heen zal duidelijk worden of die ramingen inderdaad te hoog zijn ingesteld. En we hebben daar dan inderdaad gekeken, hoe het met die ramingen zit. En uiteindelijk moet je zeggen, ja, van een besparing is geen sprake, maar op het moment dat je 50.000 euro voorziet, zeg maar voor een renovatie, en je doet de voorziene renovatie uiteindelijk voor 30.000 euro, en je doet die renovatie integraal, zoals je het voorzien had op het plan, ja, heb je dan bespaard of heb je dan op een efficiënte manier je middelen aangewend? Dus ik hoor collega Mondelaars heel graag zeggen dat de cijfers op orde zijn, dat de financieringsmarge inderdaad gunstig is, maar op geen enkel manier hebben wij daar beleidsmatig tabula rasa gemaakt van een plan dat wij vorig jaar, eind 2019, hebben verdedigd. Dus de cijfers waar meneer De Witte allemaal naar verwijst, ja, daar zijn inderdaad bijstellingen in de tijd, maar dat heeft geen enkele impact meer voor het betreft de beleidskeuzes die gemaakt worden. En meer nog, bot ik vorige week toevallig op een dingetje van een deel van Welzaten, waar uw collega's en waar uw eigen partij toch ook meedoet. Men heeft daar ook aangekondigd van de meerjarenplanning heeft een aantal wijzigingen, een aantal middelen die men opnieuw gaat heralloceren. En wonder boven wonder, men gaat dat ook investeren in camera's. Dat geef u maar mee, maar eens kijken. Dus ook daar heeft men bij de wijziging van het meerjarenplan minder gevonden. Men heeft helemaal niet geschat, men heeft geen beleidswijziging gedaan. Maar je komt natuurlijk op het einde van het jaar, doordat je een realistische begroting gaat opstellen, doordat je de verschillende posten tegen het licht gaat houden, doordat je gaat inschatten of de budgetten die er tegenover staan inderdaad correct zijn, of daar geen dubbel in zitten. En door gehoord gaat je op een bepaald moment tot een conclusie komen. En dat is een, ik deel uw mening, hè. Dat is een enorm groot document. Daar zijn heel veel kosten in. En het is inderdaad het werk van iedereen hier dat we al die kosten tegen het licht hebben gehouden, wat dan uiteindelijk resulteert in de aanpassing van het meerjarenplan. En daarbovenop, ja, ik zal mijn collega Joost Venke daar nog misschien even het woord geven wat betreft, en collega Jans wat betreft zorg en armoede. Maar als u in het overzicht wat de financieel directeur voor de week gegeven heeft, even bijneemt, dan ziet u wel dat daar heel wat extra middelen worden uitgetrokken. Hè. Bijvoorbeeld voor de bestrijding van armoede 170.000 euro extra, kwetsbare huishoudens 177.000 euro extra, bijkomende wettingsmiddelen voor basiskundig onderwijs 80.000 euro, woonzorgcentra 470.000 euro, maatschappelijk zwakke leefgroepen 520.000 euro, tijdelijke premierechten de leefgroep 228.000 euro, buitenschoolse kinderopvang 261.000 euro. En ik kan ze nog wel even doorgaan. Dus uiteindelijk komen we zeggen dat we vandaag beleidskeuzes bijstellen of dat we vandaag bepaalde groepen in de kou laten staan. Ja, dat vind ik intellectueel gewoon niet correct. Dus in die zin denk ik dat ik die vraag beantwoord heb. Wat betreft de omlichting zal er heel kort op ingaan van de medium term notes, wat in de toelichting ook naar voren komt. Ja, daar staat ook duidelijk in dat we eind 2013, onder de vorige legislatuur, is daar toen een medium term note van 70 miljoen euro. Denk ik dat op dat moment de bedrag was. En op de dag van vandaag staat daar nog 51 miljoen euro van open. Ik denk niet dat daar ergens een voorafname gedaan wordt, dat we daar in de toekomst uit gebruik van gaan maken of niet. Maar ik zal de burgemeester wat minder verspreiden laten aan. Goed, ik ga nu het woord geven aan de burgemeester om te antwoorden op de vraag van collega Mondelaars. Daarna krijgt meester De Witte en ook collega Mondelaars nog de kans op reactie. Burgemeester, ja, heeft het woord. Ja, ik ben ook voor een stuk in mijn bevoegdheden aangesproken door meneer De Witte, want ik begrijp het niet helemaal en politiek al helemaal niet. Allee, meneer De Witte heeft hier vorig jaar in de begrotingsbespreking gezeten met een heel paar opmerkingen, alleen nooit niet echt fel grond raken, maar goed.
En vandaag komt hij hier vragen dat we eigenlijk onze begroting, zoals we die vorig jaar hebben goedgekeurd, zonder hem trouwens, dat we die in zijn volledigheid zouden uitvoeren. Dus vergeef mij, meneer De Witte, als ik een beetje verward ben, als u vandaag hier komt vragen vanuit de oppositie om de begroting zoals we die vorig jaar hebben gestemd, om die uit te voeren op budgetair vlak alvast. Ik wil de collega's bijtreden die zo dadelijk nog gaan spreken en ook wat Schepen de Wal al heeft gezegd. Als u zou vermoeden dat die grote beleidswijzigingen zouden aankomen, dan is dat niet zo. Maar feit is wel dat je eens dat je vertrokken bent, ziet welke middelen waar het meest effectief kunnen worden ingezet of niet. En er zijn dit jaar zeker ons een aantal dingen overkomen, om het zo maar te zeggen, die we hebben proberen op te vangen en waarbij dat we ook onze stad, ook voor de toekomst, financieel alvast gezond houden. Zoals trouwens mevrouw Mondelaars ook al heeft aangehaald. Meneer De Witte, nog eventjes vlug over de grote verhogingen die u meent te ontdekken in het plan. Eerst en vooral in de budgetten en de budgetwijziging. Eerst en vooral voor wat betreft het cameraplan is daar een stuk aanleg van glasvezelkabel waarin rechtzettingen worden gedaan. Is trouwens toegelicht geweest op de commissie en zal ook, is als ik me niet vergis, ook al goedgekeurd op de vorige gemeenteraad. Waarin dat schulden van het verleden zijn overgenomen in het plan. Nu, je moet die wel ergens budgetteren natuurlijk als je die wilt betalen. Hè. Dus in dat kader is dat een rechtzetting die is gebeurd. Voor wat betreft de verhoging van city marketing is het zo. Het zal u misschien verbazen of misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar er zaten nogal wat communicatiemiddelen verspreid in de organisatie bij verschillende diensten. Dit jaar is door de dienst communicatie heel hard gewerkt om eerst en vooral daar zicht op te krijgen. En is ook de oefening gemaakt om proberen die middelen te groeperen zodanig dat we die veel efficiënter en met veel meer slagkracht kunnen inzetten. En voor wat betreft investeringen en verbeteringen is juist dezelfde interne verbeteringen, is juist dezelfde oefening gedaan. Her en der in deze organisatie zaten raadgeverskosten, consultancykosten, juridische kosten verspreid. Ook die hebben we proberen te groeperen om zo alvast schaalvoordelen te kunnen realiseren. Dan voor wat betreft mevrouw Mondelaars, de medium term notes. De term zegt het zelf, dat zijn schuldbekentenissen met een vaste vervaldag normaal gezien in de toekomst. We zijn die aan het afbouwen. Als u de cijfers ziet, dan wordt inderdaad een toelichting gegeven bij wat medium term notes zijn. We zijn die aan het afbouwen. En ik kan u mijn persoonlijke mening geven. Ik vind dat geen goed financieringsinstrument voor een publieke huishouding. Voor een publiek huishouden. Maar goed, wij volgen hier voor een stuk ook de optimalisaties die door onze diensten ons worden aangereikt. Maar als u de cijfers eventjes nakijkt, dan zal u vaststellen, 1, dat wij aan een effectieve schuldafbouw doen voor het verleden. Dus sowieso al minder leningen zullen nodig hebben in de toekomst. 2, dat we van de medium term notes die we van uw bestuur hebben geërfd, dat we daar al een heel pak van hebben afgebouwd. Voorzitter, tot daar. Dank u. Het woord is aan collega De Witte voor de reactie. Collega De Witte, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer De Schepen. En dank u wel, burgemeester. Het gaat hier niet gewoon over investeringen die al voor een deel gebeurd zijn en dus zijn afgerond en niet meer in de toekomst moeten gebeuren. Hè? Dus ik ga een paar posten pakken om te verhelderen waar het over gaat. Bijvoorbeeld oog voor sociale en duurzame economie. Wij voorzien 100.000 euro voor 2021. We schrappen dat budget volledig. Dat heeft toch niks met corona te maken. Sociale en duurzame economie. Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid. Wij voorzien 250.000 voor de 6 jaren. En we gaan nu voor die 6 jaren telkens 130.000 euro voorzien. Er is toch veel maatschappelijke kwetsbaarheid bijgekomen. Dus dat is toch een beleidswijziging. Optimale coördinatie. Het gaat over coördinatie, organisatie, toegankelijkheid van gezondheidspreventie en gezondheidszorg. Cruciaal. Cruciaal in de komende periode na een wereldwijde gezondheidscrisis. We geven dit jaar 400.000 euro uit. We hadden voor de komende jaren, dus volgend jaar, 317.000 euro voorzien. Het jaar daarop telkens 315.000 euro. En we schalen dan nu naar beneden naar 260.000 euro. Terwijl we dit jaar 400.000 euro hebben uitgegeven. Dat is een beleidswijziging. En ik snap niet waarom we dat doen. Dat vind ik niet logisch.
samenwerking en afstemming tussen hulp- en zorgactoren. Wij voorzien 80.000 euro per jaar. We schalen dat nu naar beneden naar 50.000 euro. Ik ga nog eentje pakken. We maken de stad aantrekkelijk voor jonge gezinnen. We geven dit jaar 187.000 euro uit. We hadden 183.000 euro voorzien. En we hadden voorzien voor de komende jaren 160.000 euro. 5 jaar lang nog. En we schalen dat nu naar beneden naar 138.000 euro. Ik snap niet waarom. Dat is toch een cruciale post. Zorgen dat die stad aantrekkelijk is voor jonge en actieve gezinnen. Dan misschien ook nog rond een ander thema. Dus de fietsboost. We hebben zo'n communicatie gedaan. De stad heeft zo'n communicatie gedaan. 30 miljoen voor fietsen. Op zich ben ik ervoor. Fietsen is heel belangrijk. We schatten 5 miljoen. Dus waarom moet daar 5 miljoen geschrapt worden? U zegt, nee meneer burgemeester, ja, ik heb het hier voor mij. Hè. Ik heb hier het plan voor mij. En dus we hadden 29,8 miljoen euro voorzien. We gaan nu naar 25,7 miljoen euro. We schrappen 4 miljoen. Afvalbeleid. Zullen we een allerlaatste pakken? Afvalbeleid. Of... Bon, ik heb het al gezegd, bij afvalbeleid... Hasselt zet actief in op afvalvermindering, zodat we zero waste zijn tegen 2050. Actieplan nummer 9. 900.000 euro over 6 jaar en we voorzien nu 50.000 euro. Dus ik denk dat zijn toch duidelijk beleidswijzigingen. En zoals mijn collega Mondelaar zegt, ja, uiteraard heeft elk bestuur het recht om beleid te wijzigen. Uiteraard gaan wij in Zelzaten ook die meerjarenbegroting herzien. Maar hier... wordt dat in de duik doorgevoerd. We besparen 1 miljoen euro op zorg. We besparen 300.000 euro op armoede. We besparen 300.000 euro op leefbare stad voor jonge gezinnen. 5,5 miljoen euro minder voor afval- en klimaatbeleid. Ja, ik vind dat dat wel meer toelichting toelaat dan wat er hier gegeven wordt. En ik ben niet akkoord met inhoudelijke wijzigingen. En uiteraard voorzien wij ook camera's in Zelzaten. De discussie voor mij gaat niet over meer camera's, meneer de burgemeester. Het gaat erover dat dat in de duik gebeurt. En het gaat ook dat er nu 3,4 miljoen bij komt voor interne organisatie. 2,6 miljoen erbij voor signalisatie. Ik weet ook niet waar dat concreet over gaat. Maar dat zijn beleidswijzigingen. En ik ondersteun die niet. En als wij inderdaad het plan moeten herzien... Dan zou ik zeggen, in deze gezondheidscrisis is er nood aan meer middelen voor sociaal beleid. Voor sociaal beleid, voor strijd tegen armoede, voor aantrekkelijk maken van onze stad, voor jonge en actieve gezinnen. En dus, ja, wij gaan deze begroting uiteraard niet goedkeuren. Ik dank u. Dank u. Collega Mondelaars heeft het woord als antwoord of reactie op Schepen en burgemeester. Collega Mondelaars. Ja, misschien gewoon nog even herhalen. Het is niet omdat de autofinancieringsmarge positief is en er goed uitziet, dat inderdaad de onderliggende beleidsbeslissingen en de verschuivingen, dat die daarom ook door ons gedragen worden. Want daar zitten inderdaad wel toch een aantal bedenkingen op, verschuivingen en dergelijke meer, waarvan wij denken van, kijk, denk aan die Hasselaar. Een begroting is meer dan alleen maar de autofinancieringsmarge. Laten we daar heel, heel duidelijk in zijn. En vandaar dat wij ons ook zullen onthouden bij deze stemming zelfs. Dank u. Schepen Dolonje heeft het woord. Schepen Rick Dolonje, u hebt het woord. Dank u, voorzitter. Betreffende de sociale economie wil ik even benadrukken dat er geen beleidswijziging in het spel is. Wij hebben begin van onze ambtstermijn gezegd, wij gaan sociale economie, het aantal arbeidsplaatsen in de sociale economie in Hasselt verankeren en vermeerderen. We hadden daarvoor investeringsbudgetten voorzien voor het renoveren van gebouwen, namelijk die van Fibelco, omdat wij initieel het idee hadden om daar zelf een sociale economiecampus uit te bouwen. Dan ben ik in juni van 2020, dus een half jaar geleden, ben ik naar de gemeenteraad gekomen met een ander voorstel dat op een
andere manier dezelfde beleidsdoelstellingen realiseert. En dat is het in erfpacht geven van die verbelkocyten aan de springplank voor de komende 50 jaar. En bedoeling is dus, en ze zijn dat nu aan het uitvoeren, om daar al hun activiteiten te centraliseren en dus het aantal arbeidsplaatsen serieus op te krikken. Dus we bereiken daar onze beleidsdoelstelling zonder het uitgeven van die 150.000 euro die specifiek gebudgeteerd was voor het renoveren van die gebouwen. Ik heb dat ook, net zoals ik het nu uitleg, exact zo in juni uitgelegd, meneer De Witte. En u heeft daar toen mee voorgestemd, maar ik kan me voorstellen dat u zich niet meer exact herinnerde wat dat die 150.000 was. Maar dus geen beleidswijziging, gewoon een andere manier om de projecten te realiseren. Dank u. Dank u, Schepen. Het woord is aan Schepen Lies Jans. Schepen Jans? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind dat meneer Kim De Witte toch heel wat gratuite uitspraken doet vandaag. Het doet mij eigenlijk hartzeer om te horen dat u zegt we besparen op zorg, we besparen op geestelijke gezondheidsondersteuning, we besparen op nog een aantal andere dingen opgesomd. Ik raad u aan, meneer De Witte, om naast de algemene budgetten voor de actieplannen ook toch eens naar de details te kijken. Ik ga één voorbeeld opsommen, hè, want ik zou heel de avond bezig kunnen blijven. U spreekt over het feit dat op actieplan 88, namelijk coördinatie, organisatie en toegankelijkheid van de gezondheidspreventie, wij gaan daarop besparen. We gaan erop besparen. Kijk eens naar over welke posten dat het gaat uiteindelijk, waar dat er minder uitgaven voor gedaan worden. De grootste hap daaruit is het feit van de uitrol van de welzijnscampus. Daar hadden wij in het begin, de welzijnscampus nummer 2, dus het oude OCMW-gebouw, daar hebben wij voorzien dat die gebouwen in orde gebracht zijn en dat we die dan uiteindelijk gingen verhuren aan welzijnsorganisaties. We hadden daar geraamd 200.000 euro kosten, maar uiteindelijk is het zo dat al de kosten wat lager zijn uitgevallen en dat we jaarlijks daarna minder moeten gaan voorzien voor het onderhoud dan we oorspronkelijk hadden voorzien. Dus wat doen wij? Wij werken efficiënter, meneer De Witte. Wij gaan niet besparen. Wij gaan efficiënter werken om de middelen niet in de bakstenen te steken, maar om dat effectief in zorg, in gezondheidszorg te steken. Een voorbeeld daarvan is, van u zegt van ja, geestelijke gezondheidszorg zo belangrijk, dat moet nu toch wel aangepakt worden. Wel, wij werken daarin efficiënt. We hebben een overeenkomst met de VZW Theo. Dat is een instantie die gratis, laagdrempelig, eerste lijns psychologische hulp aan jongeren verleent. Wel, daar hebben wij nu een samenwerking mee opgezet en zij kunnen in het Family Justice Center hun werking uitbouwen. Dat hoeft daarom niet veel geld te kosten, want die mensen die werken met vrijwilligers en wij geven hen een toelage om dat effectief te gaan realiseren. Dus we zetten daar absoluut op in, zowel op geestelijke gezondheid als ook op zorg. Want ook daar, u verwijst ook naar ons woonzorgcentrum. Nu, collega De Waal heeft al gezegd van ja, plus 470.000 euro. Dus dat zegt op zich al eigenlijk genoeg. Maar wij houden ook rekening met de realiteit. En wat is de realiteit? Dat is de corona. Dus hebben we ook gezegd, we gaan een aantal posten verminderen, maar we gaan dat verschuiven naar andere acties en actieplannen waar dat de nood het hoogste is. Bijvoorbeeld investeringen voor de ontwikkeling van een nieuwe dementietuin in ons woonzorgcentrum, zowel op Banneu als op Stadspark. Daar gaan we de middelen naartoe sluizen. Daar is dat op dit moment nodig, want de mensen hebben daar behoefte om buiten te komen. Ze kunnen niet op bezoek bij familie en vrienden, dus moeten wij ter plaatse in ons woonzorgcentrum daar het nodige aanbod verzorgen. Dus nee, meneer De Witte, wij besparen niet op zorg, wij besparen niet op preventie. We zetten daar efficiënt op in en we doen wel zelfs meer dan de afgelopen jaren al gebeurd is. Mevrouw collega Mondelaars, wenst u nog tussen te komen? Of? Nee, dank u, voorzitter. Goed, dan heeft voor het laatste woord collega De Witte nog de mogelijkheid voor een laatste woord. Collega De Witte. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel ook, meneer Bologne en mevrouw Jans, voor de toelichtingen. Dus uw toelichting, meneer Dologne, is heel helder. En ik ben blij dat in erfpacht wordt gegeven. Dus voor mij is dat geen discussie. Mevrouw Jans, ja, u zegt een paar puntjes zo. Hè? Dus een paar puntjes. En u zegt, we besparen niet op zorg. Met alle respect, ik vind dat niet overtuigend. Dus ik heb u 5 punten gegeven waarop die budgetten verminderd worden.
En dus voor mij is nog altijd niet helder waarop wij bijvoorbeeld coördinatie, we zien 350, we geven 400.000 euro uit dit jaar, we voorzien 350.000 euro voor de komende jaren en we gaan dat budget, dus we besparen daar, ja, besparen, noem het hoe je wilt, maar we knippen 20% weg in dat actieplan. Actieplan 88. Dus ik vind uw uitleg erin niet helder. Maatschappelijk draagvlak creëren rond kwetsbaarheid. We knippen 35% weg in dat budget voor de komende jaren. We voorzien in het begin van de legislatuur telkens een 250.000. We gaan naar 133.000. Dus voor mij is dat niet helder. En ik ondersteun dat niet. Dus ik kan dan zeggen, ja, we doen daar iets of we doen daar iets. En ik zeg ook niet dat alles slecht is. De stad doet een aantal goede dingen die ik graag ondersteun, waar ik ook voor stem altijd als die worden voorgesteld. Maar ik ben niet akkoord dat we op die posten, leefbaarheid van de stad voor de jonge gezinnen, dat we op die posten plots minder geld voorzien. We hebben nog 5 jaar voor ons. Dus er kan nog van alles beleid uitgetekend worden. De budgetten hoeven niet onmiddellijk nu naar beneden gehaald te worden. En ten tweede vind ik het echt niet transparant. Dus wat meneer Dolonje uitlegt, ja, men hoeft dat niet voor elke post te doen. Maar voor de grote posten kan men toch kort zeggen, kijk mensen, we herzien hier de budgetten, want we hebben dit gedaan of dat gedaan. En dan kun je een democratisch debat krijgen over de beleidskeuzes achter een begroting. Want dat is natuurlijk de discussie, hè? Wat zitten de beleidskeuzes achter de begroting? En zoals ik dit lees, is er een verschuiving van sociaal budget naar interne organisatie, naar signalisatie, en naar camera en city marketing, van sociaal budget, van afvalbeleid, van klimaatbeleid en dan zeg ik van fietsbeleid, dan zeg ik niet akkoord ermee. I rest my case. Ik dank u. Ja, als ik even mag, voorzitter. Ik vind dat wel heel gemakkelijk van meneer De Witte. Ik haal u een concreet voorbeeld van dat actieplan 88 rond coördinatie aan. Ik leg u uit waar dat de verschuivingen zijn. Dat we daar een efficiëntieoefening hebben naar onderhoud van gebouwen, naar kosten van gebouwen. En u zegt van ja, krijg je een uitleg? Ja, als u dat niet wil aanvaarden, dan is het maar zo. Dan moet u maar uw fabeltje blijven verkopen dat wij besparen. Maar ik zeg u dat wij niet besparen. Maar u luistert niet naar de uitleg en u leest ook niet de documenten die erbij zitten. Als u eens verder zou gaan dan het actieplan en ook eens concreet naar de acties zou kijken waar dat het over gaat, dan kon u al veel meer vinden in de documenten die u ter beschikking zijn gesteld dan op basis van hetgeen wat dat u nu allemaal zegt. In welke post gaat het budget dan omhoog? In welke post gaat het budget dan omhoog? Want wat ik begrijp is dat u zegt, kijk, we moeten daar minder aan uitgeven. Maar wat ik niet begrijp is waarom we dan hier rond andere punten voor de coördinatie, organisatie en toegankelijkheid van gezondheidspreventie en gezondheidszorg naar meer uitgaven gaan zoeken. Als wij bij het begin van het jaar aan de Hasselaar zeggen we gaan 2,1 miljoen uitgeven op dat actieplan. En we merken na 1 jaar dat wij geluk hebben gehad met iets, dan kunnen we toch andere uitdagingen zoeken. Meneer De Witte, er is zoiets als ook nog andere actieplannen waar ook middelen extra voorzien zijn. Daarnaast is het dus zo, als u over coördinatie wil hebben, er is zoiets als een eerste lijnzone Herkenrode, waarbij alle partners, zowel van de medische sector, de welzijnssector als een lokaal bestuur, sinds juli vorig jaar samen rond de tafel zitten. Dus daar gebeurt een coördinatie van de gezondheidszorg. De huidige COVID-pandemie heeft ons zelfs een versnelling hoger doen schakelen naar coördinatie en samenwerking. Dus hier nu gaan verkondigen dat we dat minder doen, dat is absoluut niet correct. Daarnaast, dat is op een ander budget, is het zo dat we een intergemeentelijke gezondheidspreventiewerker binnen die ELZ-zone hebben aangeworven. Die zet in op preventie, zowel geestelijke gezondheidszorg als voeding en beweging. Die persoon die is gestart 1 december. Dus dat gebeurt ook allemaal. Dus we zetten daar uiteraard op in. We zijn niet blind voor de noden die er op dit moment zijn in onze stad en in de rest van Vlaanderen trouwens ook. Dus zeggen wij besparen? Nee, we zetten daar efficiënt op in. We werken samen met andere lokale besturen om zoveel mogelijk te kunnen bereiken met de middelen die we ter beschikking hebben. Het woord is aan schepen Laurence Libert. Ja, ik wil kort eens komen omdat meneer De Witte 3 keer het afvalplan heeft benoemd in zijn kritiek.
Wel, ik wil even gewoon meegeven dat het absoluut geen vermindering van het budget is, maar een verschuiving in de tijd van de investeringen. Dus u mag gerust zijn dat we zeker het afvalbeleidsplan verder gaan uitvoeren. Dat zero waste en als het nog steeds goed op de agenda staat. Dus op dat vlak kan u gerust halen. En dan neem ik heel graag mee dat u dat samen met mij dat punt deelt en dat heel belangrijk vindt. Dus ik ga nog met heel veel punten komen rond het afvalbeleidsplan. En dan ben ik alvast gerustgesteld dat u deze zal mee goedkeuren. Nog even aanvullen ook wat Lange zei rond sociale economie. Dat we juist ook daar rond alles wat te maken heeft met onkruidbestrijding, daar de middelen hebben gevrijwaard. Zodat ook in de toekomst toe die onkruidbestrijding expliciet kan uitgevoerd worden door sociale economie. Dus ik vind dat inderdaad misschien niet expliciet terug in de begroting. Maar ik kan ook daar u geruststellen dat dat onderdeel gevrijwaard is. En dat we ook nog in de rest van de legislatuur de sociale economie zullen gaan uitvoeren via onkruidbestrijding. Dank u. Schepen de Waal heeft nog het woord gevraagd. Ah nee, excuseer, Schepen Venken heeft het woord. Schepen Venken, u hebt het woord. Ja, ik wil het ook heel eventjes reageren. Gezegd wordt dat er op sociaal beleid bespaard wordt, wat ik ook ten eerste wil weerleggen. Dat is absoluut niet het geval. Ik denk als het over armoedebestrijding gaat, dat we zeker dit jaar gigantisch veel extra geïnvesteerd hebben. En dan heb ik het niet alleen over de middelen die van de hogere overheid komen. Ook vanuit onze eigen middelen hebben we extra geïnvesteerd in sociaal beleid. Ik kan dat niet allemaal oplijsten. We hebben dat in het verleden al gedaan. Dat is ook uitgebreid toegelicht op de commissievergadering. We hebben daar tegen ongeveer 1 miljoen extra in geïnvesteerd. Dus nu zeggen dat we daarop besparen, ja, dat staat gewoon zeer ver van de waarheid af. Wat klimaat betreft net hetzelfde. Ik weet niet waar u juist op doelt. Natuurlijk moet u ook rekening houden met de manier waarop zo'n document is opgebouwd. Nou, uiteindelijk gaat het ook over waar allokeer je de posten. Neem nu het cultuurcentrum, waar we van gezegd hebben we gaan dat energetisch renoveren. Dat gaat dan over een budget van 1 miljoen euro. Ja, je kunt dat zetten bij gebouwen, bij cultuur, bij energie. En er zijn ook een aantal andere manieren om zaken samen te zetten om de werking te vergemakkelijken die hierin zijn doorgevoerd. Maar dat betekent niet dat je daarom een beschuiving krijgt, weg van bijvoorbeeld klimaat in dit geval. Dus daar moet je toch voorzichtig in zijn. En als het gaat over klimaat en investeringen in onze eigen gebouwen, herinner u vorige gemeenteraad, waar we hebben goedgekeurd dat wij samen met het Vlaams Energiebedrijf in een traject gaan stappen om via burgerparticipatie 5 gebouwen te gaan renoveren. Ja, dat zijn middelen die je eigenlijk via externe binnenbrengt, waardoor je eigenlijk nog veel meer gaat investeren in klimaat dan hetgeen dat het alleen maar in je begroting staat. Dank u. Schepen de Waal had nog even het woord gevraagd. Schepen de Waal, u hebt... Thomas Huilenkoos, zou ik zeggen om nog even de opmerking te vragen over het feit dat niet transparant zou gecommuniceerd worden. We brengen dat punt ook naar de commissie. Hè. Ik hoop ook nog in het belang van de commissie benadrukken. We willen net dat forum gebruiken om een technisch document, om daar een democratisch debat over te voeren. U krijgt er een toelichting. Daar worden alle technische mensen ook verzameld om die toelichting te geven. Ik zou op dit pad daarom geen enkele vraag stellen. Om dan op de gemeenteraad uw beklacht te doen natuurlijk dat dit allemaal niet transparant is. Ja, dat betreur ik. En dan moeten we maar een andere werkwijze zoeken. Maar ik wil in alle transparantie die cijfers en die uitleg geven. Maar het vergt dan ook wel van de kant, en ik kijk dan naar meneer De Witte ook, dat u in de commissies natuurlijk ook de vragen stelt in plaats van dat op de gemeenteraad dan op te sparen. Want op de commissie hebben ze net tijd en ruimte om dat debat te voeren, om daar heel goed op in te gaan. En daar zitten natuurlijk ook de mensen die de technische achtergrond desgevallen moeten doen. En twee, wat betreft het feit dat het een leidend document is. Ja, u bent lid van het Vlaams parlement. Ik kijk uit naar de initiatieven die gaan nemen om dat in het lokaal bestuur aan te passen en met een vereenvoudiging tekst te komen. Dank u, Schepen. Meneer De Witte, u hebt nog 1 minuut voor een slotte tussenkomst. Dank u wel, meneer de voorzitter. En dank u wel, meneer Venke, mevrouw Libert en meneer De Waal. Misschien nog op het laatste dan vooral. Hè. Dus ja, ik wil zeer graag de wetgevend initiatief op tafel leggen om het transparanter te maken. Ik kom vaak tussen in de commissie. Ik stel in de regel veel vragen in de commissie. Maar u moet mij toch... het is een document van 400 bladzijden. We krijgen dan een toelichting om dan ter plaatse even te gaan al die dingen te analyseren. Ja, dat kan niemand. Hè.
Dus wat ik gedaan heb, is het meerjarenplan dat deze coalitie heeft op tafel gelegd vergeleken met de huidige posten, zoals die voorzien zijn. En ja, daar zijn een aantal bedragen die aanzienlijk verminderen. En dan ga ik ervan uit dat er op die actieplannen minder geld wordt uitgegeven. Dat lijkt me de logica zelf. Ik zie hier gewoon één voorbeeld, actieplan 58, CO2-uitstoot verminderen met meer dan 40% tegen 2030. Ja, we zetten er €300.000 minder op. En dan denk ik, ja, dat is een besparing, dat gaat over de komende 5 jaar. Dat lijkt me de logica zelf, als men dan zegt, ja, maar we hebben in een of ander gebouw wat meer... Afronden, meneer De Witte. Dus oké, ik dank de mensen voor de replieken en ik zal zeker nog verder vragen waar dan die beleidsuitgaven, de andere beleidsuitgaven zitten, om een correcte en gedetailleerde analyse te kunnen maken. Maar voilà. Dank u. Goed. Iedereen heeft zijn zeg gedaan, zijn tussenkomsten. Dan gaan wij, zoals we dat hebben voorbereid, stemmen over de vaststelling van de kredieten voor 2021 voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De stemming is geopend. Nog 10 seconden. De stemming is gesloten. Rood-groen, N-VA en Open VLD stemmen voor. Vlaams Belang stemt tegen. PvdA stemt tegen. En CD&V stemt gesplitst. Stemmen 3. 4 mensen stemmen voor en 4 onthouden zich. Dus de vaststelling is aanvaard. Ik sluit hier de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn met betrekking tot het budget. Collega's, willen jullie nu naar de kalender van de gemeenteraad gaan voor wat het budget betreft? Goed, oké. Wij gaan nu ter stemming voorleggen punt 1 van de agenda van de gemeenteraad, met name de aanpassing van het meerjarenplan en de vaststelling voor de kredieten 2021 voor de stad Hasselt. De stemming is geopend. Resultaat van de stemming. Vlaams Belang en PvdA stemmen tegen. De andere fracties stemmen voor, mits 1 onthouding bij de CD&V. Dan gaan wij over naar de stemming van punt 2 van de agenda, met name de aanpassing van het meerjarenplan, vaststelling van de kredieten voor de groep Hasselt
met name Stad en OCMW Hasselt samen. Daar vragen wij de goedkeuring voor. De stemming is geopend. Nog 10 seconden. De stemming is gesloten. Resultaat van de stemming. De meerderheid stemt voor. CD&V onthoudt zich. Vlaams Belang en PvdA stemmen tegen. Voor wat betreft punt 3 zou ik toch nog vragen of er iemand wenst tussen te komen voor wat betreft het AGB. Omdat dat is in de uiteenzetting daar straks niet zo heel tot uiting gekomen. Zijn er mensen die voor wat het AGB betreft nog wensen tussen te komen? Nee, ik zie niemand verschijnen op het scherm. Dan leg ik ook dit ter stemming voor. Derde punt van de agenda van de gemeenteraad van Hasselt van 19 uur. De vaststelling kredieten voor 2021 voor het AG Stadsontwikkeling Hasselt. De stemming is geopend. Nog 10 seconden. De stemming is gesloten. Resultaat van de stemming. De meerderheid, wacht eventjes, de N-VA en Open VLD stemmen voor. Rood-Groen Hasselt stemt voor, mits 1 onthouding. CD&V stemt voor, Vlaams Belang stemt tegen. PvdA onthoudt zich. Is dat duidelijk? Zeer onthouding. Nee? Zeer onthouding. Het heeft niet meegestemd. Ja. Excuseer. Het is een stemtekort. Rood-Groen, meerderheid en CD&V stemt. Rood-Groen heeft voorgestemd, omdat er was iemand die de vergadering verlaten had, die heeft dus niet meegestemd. Er is dus geen onthouding bij Rood-Groen Hasselt. Goed, oké. Dan sluit ik nu de openbare zitting van de gemeenteraad van Hasselt van 15 december om 19 uur in zaken het budget. U gelieve nu uw agenda te openen voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Die, en de tijd klopt ook nog, die normaal begint om 20 uur. Laat het nu toch wel juist 20 uur zijn, zeker. Goed. Punt 1 van de agenda, goedkeuring van de notulen. Dat is een punt voor de voorzitter zelf. Zijn daar vragen of opmerkingen over de notulen van de vergadering voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 november? Nee. Vraagt er iemand de stemming? Nee, dan zijn die notulen goedgekeurd. Punt 2 van de agenda. De verwerkingsovereenkomst Insights. Het woord is aan de burgemeester. Dank u wel, voorzitter. Collega's, goedenavond. In het kader van opleidingen voor ons personeel wordt gebruik gemaakt van mogelijkheden die worden geboden door Insights. Daarvoor is met betrekking tot de privacywetgeving en de GDPR
een akkoord van de gemeenteraad verplicht en dit wordt als dusdanig ter stemming voorgelegd. Zullen er vragen zijn? Zijn daar vragen over? Nee? Dan leggen wij dit ter stemming voor. Vragen of de stemming vraagt. Nee. Dit punt wordt ter stemming voorgelegd. De stemming wordt geopend. Ik heb de stemming. Goed, ja. Oké. Nog 10 seconden. De stemming wordt gesloten. Resultaat van de stemming. Ik zie VVD van de A niet. Unaniem? Ja. Unaniem goedgekeurd. Sorry, ik had eigenlijk moeten vragen of er moest gestemd worden, maar ben ik even uit het oog verloren. Wij komen aan punt 3 van de agenda voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het woord is aan de burgemeester. Dank u wel, voorzitter. Het soortgelijke vraag voor wat betreft het gebruik van 3G+, Hush Air Organizer, voor onze recrutering en selectie. Dus daar wordt ook gevraagd om dan goedkeuring te verlenen de antwoorden verwerkingsovereenkomst. Zijn daar vragen over? Nee. Vraagt daar iemand de stemming voor? Nee, dan is dat punt unaniem goedgekeurd. Komen wij aan punt 4. Betreft hier een stemming, een geheime stemming, met name voor de samenstelling van de algemene vergadering van Virgia Jesse. Kandidaat, als enige kandidaat is collega Dimfna Meijnen. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Nee, dan wordt de stemming geopend. Is dat hier open? Hoort u mij? Ik denk het niet. Nee. En de micro staat aan. Ja? Ah ja. Goed. Einde van de stemming. Resultaat van de stemming. Collega Dimfna Meijnen is verkozen in de algemene vergadering van Virga Jesse. Dan gaan we over naar punt 5 van de agenda. Het woord is aan de burgemeester. Het betreft hier ook een vervanging van de afgevaardigde in de algemene vergadering van het verhuurkantoor Midden-Limburg. Burgemeester, hebt u daar een toelichting voor? Nee, voorzitter, ik zal voor dat we overgaan. Goed. Dan leggen wij dit ook ter stemming voor. De stemming wordt geopend.
Ido, we horen u niet. Hallo. Ah, jawel. Horen jullie ons nu? Manama. Ja. Oké. Okay. Niet in het lichtje kijken. Moet er rechtsboven kijken. Dat is goed. Ja, nu moeten we wel even kijken waar we zijn. We moeten eigenlijk een conclusie van het vorige punt herhalen. Conclusie van het vorige punt, met name de verkiezing voor afgevaardigde algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Midden-Limburg. Daar hadden wij gezegd, het resultaat was, collega Dimfna Meijnen is daar verkozen. En dan is er ook de vervanging van de afgevaardigde algemene vergadering en kandidaat bestuurder voor de Raad van Bestuur. Dat is een nieuwe stemming, ook nog steeds voor punt 5. Tweede stemming voor wat punt 5 betreft. De stemming is geopend. Nogmaals. We hebben al gestemd, hè? Ja. Oké, dat staat hier. Ja, inderdaad. Excuseer, dat stond hier tweemaal, maar inderdaad, dat moest maar eenmaal gestemd worden. Dat is niet erg, voorzitter. Punt is afgesloten. Punt 5 is afgehandeld. Komen wij aan punt 6, nominatieve subsidies voor de senioren OCMW Jessa ziekenhuis. Het woord is aan de burgemeester. Collega's, de oud-medewerkers van het Jessa ziekenhuis hebben een vereniging die van allerlei dingen organiseert. En het is de gewoonte dat de OCMW aan hun een nominatieve toelage geeft. Die bedraagt 750 euro. Daarvoor wordt de goedkeuring gevraagd. Ik weet niet of daar al de stemming gevraagd wordt. Wordt daar de stemming over gevraagd door iemand? Nee, dan wordt dat punt unaniem goedgekeurd. Komen wij aan punt 7 van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De lijst voor nominatief toegekende subsidies voor 2021 OCMW Hasselt. Het woord is aan Schepen de Waal. Dank u wel, voorzitter, collega's. Het is eigenlijk een nominatieve subsidie. Dat is ook één. Dus het meerjarenplan wordt een aantal nominatieve subsidies voorzien. Die wordt hier ook als bijlage aan het besluit voorgelegd en de stemming met een vaste richting goedgekeurd. Zijn daar vragen over? Nee. Jawel. Kinderwetten. Collega Inge Hendricks, maar dat was geen vraag, geloof ik. Hè? Collega De Witte, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de Scheep, ik heb een vraag rond die Lartek Valley vennootschap. Dus als ik het goed begrijp, is die vennootschap ontbonden op 23 januari 2020. En dus mijn vraag is, naar wie gaat dat geld dan momenteel? Op welke rekening komt dat geld dan terecht? Ik collega Jans, want ik ken de vennootschap in kwestie niet zelf. Ik wil eens navragen. Ik was nu ben op de hoogte van het feit dat ze ontbonden is. Ja. In de ontbonden is kan ze wel de subsidie ontvangen. Ik weet werking nog op. Dus ik kan even aanvullen, Schepen de Waal. De vennootschap Happy Aging is ontbonden, dus dat gaat. Dat is een. Was een VZ2 onder leiding van Piet Stieniste, die vooral innovatieve projecten in de ouderenzorg wilde stimuleren.
zowel Genk als Hasselt gaven aan Happy Aging die 20.000 euro per jaar. Happy Aging zelf is ontbonden, maar de opvolger is dan LifeTech Valley, die met dezelfde doelstellingen en met dezelfde prof verder dit gaan ontplooien. En dus die 20.000 gaat dan naar die LifeTech Valley. Is dat voldoende als antwoord, collega De Witte? Ja, zoals ik het lees, ja, las, want het is daarom dat ik was gaan kijken in de krant. Dus die LifeTech Valley is denk ik ontbonden en dan omgevormd tot Happy Aging? Nee, omgekeerd. Happy Aging is omgevormd naar LifeTech Valley. Oké, okay, want ik heb dan hier de ontbindingsstatuten, dus van 6 februari 2020. Dus de beslissing op 23 januari 2020. Van de buitengewone algemene vergadering, die de ontbinding en de verheffing besluit. Mm-hmm. Van, die, happy, die, van Happy Aging, hè? Van Happy van Aging. Van LifeTech Valley. Naam, ondernemingsnummer, LifeTech Valley. En het krantenartikel dat ik herinnerde en daarom ben gaan kijken, lieten vormt LifeTech Valley om tot Happy Aging. Ja, maar ik wel eens al verstaan, Happy Aging eten, het is een community. Misschien check het eens, want... het is net omgekeerd, want ik heb die man, de directeur zelf, ontmoet een maand of twee geleden. En die is mij de toelichting komen geven dat Happy Aging ophield te bestaan. En dat zij met LifeTech Valley dezelfde acties gingen verder zetten. Mijn medewerkster heeft daar zelfs, ik denk een week geleden, nog van LifeTech Valley een heel seminarie online gevolgd. Dus het verwondert mij nu dat u dat vertelt. Dus in de praktijk werken wij daarmee samen. Maar ik ga voor de zekerheid dat nog eens verder uitzoeken en kijken of dat daar effectief iets veranderd is aan de situatie. Maar het zou me verwonderen dat in de praktijk veranderd is. Dat is goed. Oké, ik dank u. Ja. Goed. Wordt daar de stemming over gevraagd? Nee, dan wordt dat ook unaniem goedgekeurd. Dank u. Voorzitter, als ik heel even, want ik krijg hier net bericht van mijn medewerkster, dat inderdaad, en dat is mijn vergissing, sorry, LifeTech Valley is verbonden en het is InfoCare die het overgenomen heeft. Dus mijn excuses. Goed. Dat wordt genoteerd. Ja, dus wij gaan ook die nominatieve toelagen wel moeten op naam van InfoCare moeten gaan zetten. Goed. Ik had gevraagd al, vraagt daar iemand de stemming? Nee, dan wordt dat punt unaniem goedgekeurd. En wij sluiten de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Als iedereen nu naar de agenda wil gaan van de openbare zitting van de gemeenteraad van 15 december 2020, 20 uur. Goed. Ik neem aan dat iedereen die agenda voor zich heeft. Eerste punt van de agenda is de goedkeuring van de notulen van de vergadering van 24 november. Zijn hier vragen over? Collega De Witte, u hebt het woord. Ik wens eerst nog op te merken dat voor wat betreft het verslag van oktober 2020, daar is een opmerking over gekomen. En die opmerking die is aanvaard. En het verslag van oktober, de gemeenteraad van oktober, die is in die zin aangepast. Dus we moeten die niet meer opnieuw goedkeuren. De opmerking die gebeurde op de vorige vergadering van de gemeenteraad was terecht. En dat is dus aangepast en rechtgezet. Maar collega De Witte, ik weet niet of dat daar betrekking op heeft, maar u hebt het woord. Dank u wel. Ik had daar een vraag over, maar dank u om dat te verduidelijken, meneer de voorzitter. En dan een tweede vraag om dit verslag.
Er zijn behoorlijk wat raadsleden die eigenlijk bij het digitaal stemmen, dus buiten hun eigen fractie, hebben gestemd. Hè. De burgemeester bijvoorbeeld, die heeft blanco gestemd op zijn eigen voorstel rond de Lombaardstraat-site. Voor mij, ik ben keihard voorstander van het digitaal stemmen, want dat is een stap vooruit. Maar ik hoop dat dat allemaal correct genoteerd wordt. Ik ben er ook niet alles zelf gaan checken. Maar gewoon bij het kort overlopen van dat verslag zie je daar zo... Ja, dat is een rare stemming. Dat hadden we niet toen we bij handopsteking stemden. Was dat, geeft daar mogelijk ook meer ruimte aan raadsleden om anders te stemmen. Dan is, dan is dat democratisch misschien zelfs beter. Hè? Maar ik hoop dat alles correct genoteerd wordt gewoon. Dat is voor mij niet zo helder als ik het verslag lees. En dat is toch belangrijk, want ja, als je ooit debat krijgt over wie heeft nu al gestemd... Nu, desnoods kunnen wij een nieuwe stemming laten doen, maar de burgemeester wenst hierop te reageren. Burgemeester, u hebt het woord. Ja, feit is, meneer De Witte, dat iedereen natuurlijk thuis nu met zijn computer zit, met twee schermen voor zich, allemaal een beetje... Allez, ik bedoel, dat je eigenlijk continu een focus moet hebben om geen fouten te maken. In dat kader worden in principe in het verslag de stemmingen weergegeven zoals ze gebeurd zijn. Hè? Feit is wel dat inderdaad vergissen menselijk is... En dat desgeval men tot, ik weet niet hoe lang, een correctie kan vragen op de stemming die is uitgebracht. En ik denk dat we allemaal begrijpen dat dit een ongewone situatie is. Dat kan ook voorvallen in parlementen, dat men zegt van oei, ik heb verkeerde knopje of ik was te laat. Ik heb meegestemd of ik heb op die wijze gestemd. Feit is in elk geval dat daar vorige keer inderdaad een paar mensen kennelijk dat het al vrij laat was om nog heel aandachtig te zijn of zo. Ik weet het niet meer. Maar er kunnen dus correcties gebeuren, maar in principe is het zo dat de stemming wordt overgenomen en het verslag gelijk ze gebeurd is. De computer vergist zich niet, maar als mensen zich vergissen, kunnen wij een rechtzetting vragen. Oké. Okay. Ja. Goed, dan vraag ik nu of er gestemd moet worden over de notulen, de goedkeuring van de notulen van de vergadering van november 2020. 24 november 2020. Ik zie geen vragen. Goed, dan zijn die notulen goedgekeurd, unaniem goedgekeurd. Komen we aan punt 2 van de agenda van de gemeenteraad, de verwerkingsovereenkomst Insights. Het woord is aan de burgemeester. Dank u wel. Voorzitter, collega's, dat is een soortgelijk punt dat daar straks op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in het kader van het gebruik van de module Insights wordt gevraagd de verwerkingsovereenkomst goed te keuren. Zijn daar vragen over? Is daar iemand die de stemming vraagt? Nee, dan wordt het punt unaniem goedgekeurd. Dank u. Het volgende punt is een kennisgeving. Het woord is aan de burgemeester. Wel, collega's, een kennisgeving die ik natuurlijk betreur in eerste instantie. Het geeft allemaal mogelijkheden, maar op 12 november 2020 heeft Schepen Liestlands aangegeven per 1 januari 2021 haar ambt neer te leggen. In normale omstandigheden, in normale vergaderingen, zou dit het moment zijn dat we Lies op een gepaste manier eer bewijzen en daar eventueel ook een bloemetje of een fles aan koppelen aan zo'n afscheid. Ik kan alleen maar zeggen dat ik als burgemeester met Schepen Jans heel goed heb samengewerkt dat ze er was. Altijd wanneer dat nodig was en ook wanneer dat het niet nodig was. Maar dat, we gaan straks over tot de aflegging van haar opvolgster. Maar ik denk dat ik in naam van ons allemaal kan spreken als ik zeg dat wij Schepen Jans van harte bedanken voor het werk dat zij voor ons gedaan heeft en dat wij haar heel veel succes toewensen in de volgende uitdaging die zij aangaat. En Diepenbeek, wie weet, is dat binnen een paar jaar ook wel terug hasselt. Je weet nooit hoe dat de wereld evolueert. Maar Lies, bij deze... Heel veel bedankt. Het is een formeel punt ter kennisname voor de gemeenteraad. De bloemen zouden moeten onderweg zijn. Dank u wel. Het woord is aan Schepen Liestlands.
Dank u wel, burgemeester Steven. Ik wil heel de raad ook bedanken voor de fijne samenwerking tussen wel oppositie en tegen meerderheid. Maar ik vind toch dat we fijn hebben samengewerkt in een aantal dossiers. En ook de discussies op de raad zijn altijd leuk geweest wat mij betreft. Ik hou wel van wat debat. Maar inderdaad, ik heb een andere uitdaging gekozen. Dus vanaf 1 januari ga ik in Diepenbeek aan de slag. Ik ga nu al een stuk vanuit mijn functie van algemeen directeur in Diepenbeek spreken, dat we toch nog eens grondig moeten nadenken of dat we wel uiteindelijk met Hasselt enige gesprekken zullen aangaan. Maar goed, dat is een heel andere discussie natuurlijk. Maar ik wil jullie allemaal bedanken voor de afgelopen jaren. Het was een boeiende, maar ook een drukke en een uitdagende 2 jaar waren het. Maar zeker met het personeel en de diensten hebben we toch al wel wat stappen vooruit kunnen zetten in hetgeen wat we wilden bereiken. En dan ga ik ook wel met een gerust gemoed mijn bevoegdheden overgeven, als dat tenminste allemaal vlot verloopt zo dadelijk, aan mijn opvolgster Dimfna Wijnen, die ik bij deze ook wel al heel veel succes wil wensen met de uitdaging die zij aangaat. Dus dank u wel allemaal. En ook al dank voor de bloemen die dan onderweg zijn. Maar ik hoop dat we dan nog op een gepaste wijze na corona toch nog eens een pint samen kunnen drinken. Dank u wel. Collega De Witte, vraagt u het woord daaromtrent nog? Nee? Nee, voorzitter. Dat is een bloemetje dat ik gezet heb voor mevrouw Jansen. Ik wens haar ook alle succes. Dank u. En ik neem aan dat hetzelfde geldt voor de collega's Jamshid en Persoons. Goed. Dan kunnen wij dit punt afsluiten. Gaan wij naar punt 4. De verkozen verklaring en edaflegging van collega Dimfna Mijnen als schepen. Het woord is aan de burgemeester. Dank je wel, voorzitter. In opvolging van de mail van 12 november met het ontslag van schepen Jans aan de voorzitter van de gemeenteraad, is er een gezamenlijke voordragsakte van de kandidaatschepen Dimfna Mijnen toegekomen op 24 november 2020. Er is een procesverbaal van onderzoek naar ontvankelijkheid bijgevoegd in het dossier. En in dat kader vragen wij Dimfna Mijnen om de eed af te leggen. Ook dit collega zal bijzonder zijn. Het zal zijn met mondkapje, zonder laag publiek. Ik heb gezien dat de fotograaf aanwezig is. Dus het zal toch zeker voor de toekomst worden. De burgemeester moet eerst nog gestemd worden over de ontvankelijkheid van de dingen en de correctheid volgens... Ja, moet je daar gaan stemmen? Ja, ja. Ja, collega's, dus er zou gestemd moeten worden over de ontvankelijkheid van de kandidatuur die ingediend is bij gezamenlijke voordrag. Wordt daar de stemming voor gevraagd? Nee, dank u. Ah ja, excuseer. Bart Moors, collega Moors heeft het woord gevraagd. Collega Moors. Ja, wij willen toch ook nog eens graag heel uitdrukkelijk Lucie Jans bedanken voor de hele fijne samenwerking en ook Dimfna vanuit de hele VLD-fractie welkom heten als nieuwe schip. Dank u. Collega De Witte, wens u daar nog iets aan toe te voegen? Ja, wij zouden graag de stemming vragen, meneer de voorzitter. Wij gaan ons op dit punt onthouden. Dat is zeker niet persoonlijk. Wij wensen Dimfna alle succes, maar we vinden dat dit een opportuniteit was geweest om in het kader van deze crisis, waarbij heel veel mensen ook moeten besparen op hun eigen inkomen, om ook te besparen op de eigen mandaten. En om die reden gaan we ons onthouden en vragen we dus de stemming. Goed. Wordt er stemming voorgelegd? Excuseer. Ja, collega Mondelaars. Excuseer. Collega Mondelaars heeft het woord. Ja, namens de CD&V-fractie wil ik Schepen Jans inderdaad heel veel succes wensen met haar toekomstige uitdaging. We hebben met heel veel plezier gezorgd voor die discussies waar u zo graag van houdt in zo'n vergadering als deze. En ja, het is misschien een beetje voorbarig om haar opvolgster alvast veel succes te wensen net voor de eetaflegging. Maar ook met haar zullen we met veel plezier samenwerken.
Dank u. Collega Martens vraagt het woord. Raf Martens. Ja, uiteraard. Ook Lies, bedankt voor 2 jaren hard werk. Ook van ons. Ik had begrepen dat N-VA'ers ook graag iets drinken. Dus er is ook iets onderweg. Goed. En Dimfna al vooraf. Veel succes. Geef er een lab op. Dank u. Dan wordt nu de ontvankelijkheid ter stemming voorgelegd. De stemming wordt geopend. Nog 10 seconden. De stemming wordt gesloten. Dat is een probleem, precies. Ja, dat. Het Vlaams Belang en de PvdA onthouden zich. De andere fracties gaan akkoord, stemmen voor. Het woord is aan de burgemeester voor de edeaflegging. Ja, ik ga op stevige afstand de toekomstige schepen vragen de eed af te leggen. Zijn we zichtbaar zo, ja? Ja. Bent u dit, Tim? Ja. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Proficiat. Dank u, ja. Goed. Dan gaan we over naar punt 5 van de agenda, ook een punt voor de burgemeester. Dat betreft ook een geheime stemming. Vervanging kandidaat bestuurder voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Kandidaten zijn voor de N-VA Dimfna Meijne, voor de CD&V Berlijns en voor het Vlaams Belang Dietrich van der Rijken. Wensen daar mensen voor tussen te komen? Goed, dan openen wij de stemming. Nog 5 seconden. Goed, stemming is gesloten. Resultaat van de stemming. Collega Dimfna Meijne is verkozen. Dank u. Komen wij aan punt 6 van de agenda. Dit betreft ook een geheime stemming. Een vervanging van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van Hakkozy. Zijn daar vragen over? Nee. Dan leggen we dit ter stemming voor. De stemming is geopend. Nog 5 seconden. De stemming is gesloten. Resultaat van de stemming. Collega Dimfna Meijne is verkozen. Punt 7 van de agenda betreft ook een geheime stemming. Vervanging van de afgevaardigde en lid van de Raad van Bestuur van Cordium. Zijn daar vragen over? Nee. Dan wordt dat ter stemming voorgelegd. Er zijn 2 stemmingen, ja. Dat is daarom dat ik. Eerst dus voor de algemene vergadering. Met als kandidaten
voor de N-VA Demfna Mijnen, voor CD&V Pieter Kuppens en voor Vlaam Belang Dietrich van der Rijken. De stemming wordt geopend. Nog 5 seconden. De stemming wordt gesloten. Demfna Mijnen, collega Demfna Mijnen, is verkozen. Er is ook in het kader van, of voor wat betreft Cordium, een verkiezing voor de kandidaat in de Raad van Bestuur en van het Toewijzingscomité. Hier zijn de kandidaten voor N-VA Demfna Mijnen, voor de CD&V Tom Cox en voor het Vlaams Belang Dietrich van der Rijken. De stemming wordt geopend. Nog 5 seconden. De stemming wordt gesloten. Resultaat van de stemming. Verkozen is collega Demfna Mijnen. Dank u. Komen een punt 8 van de agenda. De samenwerkingsovereenkomst met het Justitiehuis van Hasselt over de werkstraffen voor meerderjarigen. Het woord is aan de burgemeester. Collega's, in verband met de werkstraffen die des gevallen worden toegekend voor plus 18-jarigen in de rechtbank hier in Hasselt, wordt uiteraard gevraagd om samen te werken met de gemeente of met de stad om te zien of er plaatsen zijn om des gevallen die werkstraffen te vervullen. We hebben het verleden samenwerking gedaan. Vorig jaar ging het over een 45-tal, maar dat was eigenlijk niet helemaal geregeld gelijk het hoort. En in deze is nu een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Justitiehuis om een en ander juist te regelen en de wederzijdse rechten en plichten duidelijk te maken en daarover nog te goedkeuren. Zijn daar vragen over? Nee. Vraagt er iemand de stemming? Ja, voorzitter. Het Vlaams Belang vraagt de stemming. Oké. Nog iemand? Goed. Dan leggen wij dat ter stemming voor. Dus punt 8 van de agenda. Samenwerkingsovereenkomst met Justitiehuis. In verband met de werkstraffen. Stemming is geopend. Vijf seconden. Stemming wordt gesloten. Resultaat van de stemming. Al de fracties stemmen voor, met uitzondering van het Vlaams Belang dat zich onthoudt. Goed. Het is dus goedgekeurd. Komen wij aan punt 9 van de agenda. Het verbod op het bezit van geopende recipiënten met alcoholhoudende dranken op het openbaar domein. Een politieverordening. Woorden aan de burgemeester. Dank u wel, voorzitter. Collega's, dit is al eerder toegelicht geweest, maar in het kader van het Volta-plan, dus te zeggen het leefbaar maken van de stationsomgeving, zijn in het verleden al meermaals een aantal maatregelen genomen. Dat Volta-plan ligt vandaag ook ter evaluatie voor, maar feit is dat een van de elementen die daar deel van uitmaakte, is dat er een alcoholverbod is in de ruime omgeving van de stationsbuurt. In dat kader was dat vroeger opgenomen in onze politiecodex, maar is er een uitspraak geweest van de Raad van State waarin dat geweerd was. In dat kader hebben we vorig jaar
een aanpassing gedaan van het politiecodex en dat punt eruit gehaald. Maar hebben ook gezegd dat we de zaak wel moeten oplossen en dat kader overgaan tot een verordening die geldig is gedurende een jaar. Dat jaar komt nu stilaan tot zijn einde en voor ligt in feite de verlenging van die maatregel met 1 jaar. Zijn daar vragen over of tussenkomsten? Het woord is aan collega De Witte. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de burgemeester, ik had graag een evaluatie gehad eigenlijk van die maatregel. Want u zal mij niet tegenspreken als ik zeg dat dat toch een serieuze vrijheidsbeperking is. En dus ja, het gaat niet alleen om de stationsbuurt. Hè. Dus ik woon achter het station, dus heel die regio van eigenlijk de Spoorwegstraat over de Wilgestraat, de Vredestraat, tot aan het Sint-Hubertusplein, Acacialaan, dat is allemaal daarin begrepen. Dus als ik in het Vredespark ga zitten in de zomer met mijn vrouw en een glas wijn wil drinken, is dat ook verboden. Dus ik zou graag weten, is dat eigenlijk een... Ja, heeft die maatregel een positief effect? Gaat het nu beter? Worden er minder mensen dan tegengehouden met alcohol? Of is het eigenlijk gewoon een maatregel die weinig impact heeft? Want ik vind dat toch belangrijk als we dat soort maatregelen treffen om een korte beoordeling te maken, alle vrijheidsbeperkende maatregelen, over de meerwaarde. Ik dank u. Ja, burgemeester. Ja, meneer De Witte, we hebben vorige week nog moeten, ik weet niet hoeveel jongeren aanhouden, die kennelijk onder invloed de politie aan de station serieus aan het uitdagen waren. Dus in dat kader denk ik dat een dusdanige maatregel hebben om wanneer dat nodig is op basis daarvan op te treden in de stationsbuurt, dat dat absoluut noodzakelijk is. Ik ken niet de toegevoegde waarde van het promoveren of het promoten van het gebruiken van alcohol op straat, hè? Daar in die buurt. Hè? Dus in dat kader kan ik u ook geruststellen, het gaat er niet over dat u met uw vrouw in het Vredepark gaat picknicken of wat u daar ook zou willen doen, daar gaat het niet over. Hè? Het gaat over, wel, in uw geval kan misschien wel gesproken worden over probleemgedrag, dat weet ik niet, meneer De Witte, maar de problematiek is gewoon dat u aan de politie moet middelen geven om, indien dat noodzakelijk is, overlast te beperken of te voorkomen. In dat kader is er aan deze raad, nog niet zo heel lang geleden denk ik, een overzicht gegeven van het aantal processen verbaal die worden opgemaakt in de stationsbuurt op basis van verschillende elementen. Hè. Het zij drugs, het zij alcohol, het zij diefstal of andere vergrijpen of vormen van overlast. In dat kader is het zo dat de lijst vrij breed is nadat die... Maar ik heb daar niks aan veranderd. Allee, dit is geen verandering ten overstaan van de maatregel die in Hasselt al 5 jaar lang genomen wordt. Is die effectief? Feit is dat er vaststellingen gedaan worden en op basis daarvan mensen, moet ik het zeggen, opgeschreven worden. Hè? Een gas-PV krijgen opgelegd. En hopelijk op die manier ook een correctie kan gebeuren op hun gedrag. Is er nood aan een evaluatie van de zone waarin de maatregel wordt toegepast? Dat zeker wel, we hebben ook gezegd. Dit zal niet de laatste keer zijn dat we dat hernieuwen. We gaan zeker de zone zelf eens tegen het licht houden tegen de volgende keer. Maar ik kan u garanderen, hè, als u daaruit bijvoorbeeld vandaag het Vrijwilligersplein zou halen, dat is dan niet aan de rungskant, maar aan de andere kant, hè, dat de dag erna daar een paar mensen gaan zitten met alcohol. En ik stel mij dan altijd de vraag, iemand die daar woont, of die kinderen heeft, die daar spelen rond het huis, of het huis verlaten om naar school te gaan, of wat dan ook, hoe vaal zijn zij opgezet met kennelijk storend gedrag in geval van het gebruik van verdovende middelen en alcohol op straat. Dus in dat kader is dat een maatregel die ik graag voorstel en waar ik ook de goedkeuring voor vraag. Maar is het ook zo dat dat proportioneel is? Dus dat het niet zo is dat we op het hele Hasseltse grondgebied
een alcoholverbod opleggen. Het is juist daar waar problemen zijn vastgesteld en in straten waar, jammer genoeg, tot nu toe nog elk jaar aanhoudingen gebeuren in het kader van overlast door mensen die kennelijk in beschonken of andere toestand zijn. Maar neem van mij aan, ik ben de laatste om disproportionele maatregelen op te leggen. Dus in dat kader heb ik ook ik gevraagd aan de politie om in hun advies voor volgende keer in elk geval na te kijken in welke mate elke straat nog absoluut noodzakelijk is. Feit is wel dat de cijfers die mij zijn voorgelegd bij voorbereiding van deze beslissing mij wel de noodzaak van deze maatregel hebben duidelijk gemaakt. Heeft u daar een antwoord op, collega De Witte? Ja, dank u voor de toelichting. Meneer de burgemeester, twee punten nog. U zegt dus de proportionaliteit. Hè? Dus ja, de maatregel is natuurlijk wel van die aard dat het algemeen verboden is, hè? Op die plaatsen. Hè? Ook achter het station tot aan heel die regio, tot aan het Sint-Hubertusplein. En dus als ik daar ga zitten of een pintje drinken in de zomer of eender wat, dan is dat ook een gasboete van €350. En dus ja, dat heeft een zekere impact. Ik zeg nu niet dat ik daar elke avond wil gaan zitten. Maar ik denk dat is één punt. En het tweede punt is, ja, natuurlijk zeg ik niet dat er nu borden moeten komen van drink alcohol. Hè. Dus dat is helemaal niet het punt. De vraag is, moet daar een algemeen verbod? Is dat efficiënt? En ik zou zeggen, als je gedurende 5 jaar lang ziet dat er weinig gedragsverandering is... De vraag is, met wat vergelijk je nog? Hè? Ik dacht dat de maatregel, ik wist niet dat het al 5 jaar was dat die van toepassing is. Ik ben uiteraard ook tegen het idee dat daar dagelijks mensen zouden zitten op het vrijwilligersplein die drinken. Kun je dan ook niet iets gerichter gaan op plaatsen waar, dat is, ik heb in het Vredespark nog nooit, ik woon er pal naast, nog nooit een probleem gezien van die aard. Als het gaat over verdovende middelen, ja, bij mijn weten zijn die in het algemeen verboden. Hè. Je mocht niet in het openbaar zitten spuiten of wiet roken of zo. Dus het is iets specifiek rond alcoholgebruik. En in het algemeen vind ik dat we moeten erover waken dat het ook gezellig blijft voor mensen die daar niet anderen mee lastig vallen. Maar ik heb begrepen dat u de politie ook gaat vragen naar een evaluatie. En dat vind ik zeer goed. Ik wil nog eventjes toch een paar dingen duidelijk maken. Mensen die het graag gezellig hebben, die kunnen een buurtfeest organiseren in elk van die straten. In dat geval is er ook geen probleem. Hè? Vraag is, als je de keuze moet maken... het gaat erover hoe kun je efficiënt en met een snelle correctie hinderlijk gedrag corrigeren. Hè? Daar gaat het over. En daarvoor is de gaswetgeving bedacht. He, dus daarvoor is de wetgever geprobeerd de band te herstellen tussen het veroorzaken van, het zij overlast, het zij kleine vergrijpen, he, en de correctie daarop. In dat kader, iemand die kennelijk gedrag vertoont dat overlast veroorzaakt, die kan ook justitioneel worden aangepakt. Maar zoals u weet, is justitie redelijk druk bezet, ja. En zijn het meeste van die vergrijpen, blijven die zonder gevolg. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus het gaat altijd over duidelijk storend gedrag. Ik kan het niet genoeg herhalen. En het geven aan de mensen die moeten handhaven van de middelen die er zijn, of die mogelijk zijn, om dat ook op een efficiënte en snelle manier te kunnen doen. Er moet mij nog altijd... Het eerste geval van misbruik of buitenproportioneel optreden op basis van deze bepalingen worden voorgelegd. Goed. Ja, meneer de voorzitter... Een slotopmerking opmerking nog, ja. Ja, zeer kort. Dus het beleid, meneer de burgemeester, op dat vlak is zeer correct. En ik wil dat echt expliciet zeggen, wij zitten hier niet... in Hasselt, in een politiestad. En u doet dat heel goed, echt waar. Maar wat ik wel niet onderschrijf en wat u net zegt, het gaat niet over storend gedrag. Hè? Dus de titel is heel juist. Het gaat over bezit van geopende recipiënten met alcoholhoudende dranken.
En wij verplaatsen op die manier de beoordeling naar de verbalisant ter plaatse. En ik vind dat vergaand. Ik ben helemaal akkoord dat storend gedrag, dat we daartegen optreden, maar dus gewoon bezit van een geopende recipiënt, ik vind dat vergaand. Dus dat is de discussie. Hè? En ik vind dat we dat kunnen doen, maar dan moet er echt een evaluatie zijn van is dat op die plaats, heel die regio in Runx, ik kom dat daar niet tegen, ik kom daar niet mensen tegen die storend zitten alcohol te drinken, dit en dat. Maar in de zomer, ja, is dat leuk om daar even te gaan zitten en af en toe een beetje te drinken. Goed. Het punt is gemaakt. Ik zie geen andere collega's die nog wensen tussenkomen. Wordt dit punt ter stemming voorgelegd? Vraagt iemand de stemming? Ja, wij gaan ons onthouden op dit punt, meneer de voorzitter. Goed, dan vragen wij. Goed, dan komt er een stemming. De stemming wordt geopend. Nog 5 seconden. De stemming is gesloten. Resultaat van de stemming. De PvdA onthoudt zich. De andere fracties stemmen voor. Het punt is goedgekeurd en afgesloten. We komen aan punt 10 van de agenda, dat is toegelegd op de commissie. Het betreft de oprichting van een deelplatform Midwest-Limburg. Het woord is aan de burgemeester. Ja, collega's, ik denk dat inderdaad de algemeen directeur tijdens de commissie vorige week een uitvoerige uiteenzetting gegeven heeft over waar het hier over gaat. Het gaat dus over een gestructureerde samenwerking die zou kunnen plaatsvinden tussen de gemeentes. In eerste instantie wordt er gekeken naar de gemeentes die dezelfde gemeentes zijn als binnen onze politiezone in feite een platform waarbinnen ervaring en kennis kunnen worden uitgewisseld, maar ook waar effectieve samenwerking mee kan worden gedaan en waar desgevallend zowel mensen als middelen kunnen worden gedeeld. Als er over vragen zijn, licht ik ze graag toe. Dus zo niet, leg ik het graag voor. Zijn daar vragen? Nee. Vraagt iemand de stemming over dit punt? Nee, dank u. Dat wordt dit unaniem goedgekeurd. Komen aan punt 11 van de agenda. Nominatieve subsidie voor de vriendenkring van de gepensioneerden van de stad Hasselt. Burgemeester. Ja, collega's, het gaat over de vriendenkring van de gepensioneerden van de stad, die trouwens zijn samengevoegd met die van het OCMW en Hoge Vijf vorig jaar, waar wij een nominatieve subsidie aan toekennen ten bedrage van 1000 euro. Vragen? Opmerkingen? Vraagt iemand de stemming? Nee, dan is dat punt unaniem goedgekeurd. Dank u, burgemeester. Dat waren uw punten van de agenda. En wij komen nu aan punt 12. De middellijke onteigening door Infrabel in het pand in de Sint-Janshoefstraat. Het woord is aan schepen Mark Schepers. Dankjewel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Zoals jullie misschien weten, is Infrabel bezig met de elektrificatie van spoorlijn L15 Hasselt-Mol. En in dat kader ligt hier een middellijke onteigening voor, een stukje grond dat van ons naar Infrabel gaat en geschat is op een waarde van 40.500 euro. Het doel is om daar een tractieonderstation te bouwen ter hoogte van de Sint-Janshoefstraat, om die elektrificatie mogelijk te maken. Die gronden zijn ook officieel geschat door onze schatter. En de vraag nu aan de gemeenteraad om deze middellijke onteigening goed te keuren. Zijn daar vragen rond? Nee. Vraagt iemand de stemming daarover? Nee. Dank u, dan wordt dat unaniem goedgekeurd.
Gaan we over naar punt 13 van de agenda, ook voor Schepenmark Schepers. Dat is toegelicht op de commissie. Een overeenkomst in verband met de plaatsing van stalling op het openbaar domein van fietsen. Het woord is aan Schepen Schepers. Dank je, voorzitter. Het gaat over een reglement. Een reglement waarin dat we aan bedrijven die in stedelijk weefsel gelegen zijn, die eigenlijk in dichte bebouwing liggen, de mogelijkheid geven om een fietsenstalling, een gesloten fietsenstalling, een overkapte fietsenstalling te stallen op openbaar domein. En we zetten daar een aantal voorwaarden tegenover. Die heb ik ook toegelicht op de commissie. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat men inderdaad één, niet over de nodige plaats beschikt. En anderzijds dat men inzet op een substantiële model shift. Dus dat men inderdaad zegt dat in de woon-werkverplaatsing er voor een belangrijk deel gekozen wordt om de auto in te ruilen voor de fiets. Dit is een, laten we zeggen, een basisreglement, een startreglement, waarbij dat wij bedrijven uitnodigen om zich hierop in te schrijven. En we gaan dat uiteraard evalueren en desgevallend op basis van de reacties het reglement nog bijstellen. Alleszins, de bedoeling hiervan is om bedrijven die te weinig plek hebben, om hen op het openbaar domein de gelegenheid te geven ook kwaliteitsvol fietsparkeren te organiseren. Zijn hier vragen rond? Ja, collega Mondelaars. Ja, goedenavond, Schepen. Dit reglement is inderdaad uitvoerig besproken en voorgelegd en besproken tijdens de commissie. En toen werd er al direct wel een zeker, ja, het is misschien te veel gezegd, maar toch wel een zekere beperking werd toen al duidelijk. Want wij zijn voor alle duidelijkheid voorstander voor meer mensen op de fiets te krijgen. En zeker hoe meer woon-werkverkeer kan gebeuren op een fietsvriendelijke manier, hoe meer dat we daar met z'n allen achter moeten zitten. De koning fiets is niet voor niks iets wat wij zelf ook graag in de mond nemen. Maar tijdens de commissie werd dus al wel duidelijk dat er binnen dit reglement, waar in de huidige versie staat, dat elke andere autovergunning eigenlijk zou moeten ingeleverd, en die parkeervergunning voor andere auto's zou moeten ingeleverd worden vooraleer dat dit eigenlijk van start kan gaan. Er werd tijdens de commissie al gezegd van mensen met een zekere beperking, daar kunnen we uiteraard wel een uitzondering voor maken of andere zeer bijzondere omstandigheden. Maar tijdens de commissie, en daar was u het ook mee eens, werd ook al duidelijk, bijvoorbeeld een groot bedrijf, wat toch een heel groot contingent aan mensen op de fiets krijgt, maar waar door omstandigheden wel nog een aantal parkeervergunningen voor auto's moeten blijven staan, ja, die komen op dit moment niet in aanmerking. En eigenlijk vinden we dat wel jammer. Het zijn dus eigenlijk al een aantal bemerkingen waarvan u zelf tijdens de commissie zei van, we merken dat het allicht wel verfijnd gaat moeten worden, we gaan dat doen. En nu is het eigenlijk een reglement op vraag van één organisatie. En we zullen, als we dingen tegenkomen, zullen we het reglement aanpassen. We zouden eigenlijk graag hebben dat voortaan reglementen, ook zeker als u al op voorhand weet van, er zit toch nog ergens iets niet helemaal in de haak, dat die bij voorkeur toch al wel meegenomen worden, ook in het initieel reglement. En dat, ja, zodat het zo weinig mogelijk achteraf herschreven moet worden. Zeker op basis van opmerkingen die u nu eigenlijk zelf ook al wel in het achterhoofd heeft. Maar als het tot stemming zou komen, Sebes, als andere fracties dat vragen, wij gaan wel voor het reglement stemmen. Want voor alle duidelijkheid, wij zijn absoluut voorstander van nog meer mensen op de fiets te krijgen. Zeker ook in het kader van woon-werkverkeer. Zijn daar nog mensen die daarbij willen aansluiten? Dan is het woord aan de Schepen om te antwoorden. Ja, ik heb daar eigenlijk niet veel aan toe te voegen. Ik heb inderdaad in mijn inleiding gezegd dat we het reglement voorleggen zoals het er vandaag ligt. En dat het de bedoeling is om de reacties van de bedrijven voor een stuk af te wachten. Ik denk dat het belangrijk is, of dat nu dit reglement is of elk ander reglement, om daar altijd nog een stukje de evaluatiemogelijkheid te laten. Dat is ook een terechte opmerking. We gaan dat ook doen en we gaan kijken welke vragen we van bedrijven krijgen. Als zij echt geïnteresseerd zijn in het creëren van een substantiële model shift, of er zijn specifieke vragen van mensen die omwille van een beperking of minder mobiel
zich kunnen, die mensen die minder mobiel zijn, dan kunnen we daar zeker aandacht voor hebben. En dan komen we gewoon terug met een bijgesteld reglement, zodanig dat we daar, laten we zeggen, ervoor kunnen zorgen dat het reglement doet wat dat het moet doen en waar dat het voor bedoeld is. Maar dit is nu de insteek die we maken op dit ogenblik en we kijken uit naar de reacties van bedrijven. Kan dat volstaan, collega Mondelaars? Ja, ik zie u knikken. Zijn er mensen die daar de stemming voor vragen? Nee? Dank u, dan is dat punt unaniem goedgekeurd. Jawel, voorzitter. Wij vragen hier de stemming op. Vlaams Belang vraagt de stemming hierop. Ah, excuseer. Vlaams Belang vraagt de stemming. Dan is de stemming geopend. Nog 5 seconden. De stemming is gesloten. Resultaat van de stemming. Alle fracties stemmen voor met uitzondering van Vlaams Belang dat zich onthoudt. Punt 14 van de agenda. Zorgparking Hasselt, het gebruiksreglement Zorgparking Hasselt. Het woord is aan Schepen Schepers. Dank u wel, voorzitter. Ook dit is niet nieuw. Dat is tijdens de vorige gemeenteraad ook al aan bod gekomen, waar dat ik heb uitgelegd dat wij rond zorgparkeren een aantal initiatieven hebben opgestart voor zowel het zorgparkeren te optimaliseren op het openbaar domein, waar dat er wellicht in januari een nota voor naar de gemeenteraad komt, om daar via het openbaar domein meer comfort te gaan geven aan zorgverstrekkers die in de binnenstad uiteraard aan zorgverlening moeten doen. Maar ook op het privaat domein willen we een initiatief nemen of zijn we een initiatief aan het organiseren rond zorgparkeren. En dat is eigenlijk een stukje met de hulp van de Hasselaar, waarbij dat we de Hasselaar vragen of alleszins de gelegenheid geven om de oprit die ze hebben of de plek die ze hebben voor hun garagepoort ter beschikking te stellen van een zorgverlener en op die manier ervoor te zorgen dat er meer parkeercomfort komt en meer parkeergelegenheid komt voor de zorgverstrekker in onze stad. Ik denk dat dat belangrijk is om dat te doen, hè. Niet alleen in coronatijden, maar in het algemeen. Er zijn er ook meer en meer mensen die zorg aan huis nodig hebben. En daarom is dit denk ik een goede oefening. Wat nu voor ligt is het gebruiksreglement dat thuis hoort in het verder implementeren van dit beleid. Het is belangrijk om goede en duidelijke afspraken te maken tussen zowel de zorgverstrekkers als de aanbieders van de zorgparking. En we moeten ook heel duidelijk definiëren op welke manier dat wij daar als stad een rol in hebben. En dat is precies wat dit gebruiksreglement doet, dat desgevallen door partijen die hierin deelnemen, laten we zeggen, onderschreven moet worden. En de vraag aan de gemeenteraad om dit gebruiksreglement goed te keuren. Staat hem op? Ja. Collega Kuppens. Collega Pieter Kuppens heeft het woord. Goedenavond Schepen, goedenavond allemaal. Dank u wel Schepen voor de toelichting. Wij zijn natuurlijk voor dit voorstel, maar we hebben één klein vraagje en dat is waarom dat er van 's morgens 9 uur pas kan ingetekend worden op het zorgparkeren, terwijl er ook heel wat zorgverleners voor 9 uur de baan op moeten en een parkeerplaats zoeken. Dus dat is de vraag, waarom is er geopteerd voor van 9 tot 8 zorgparking te laten doorgaan en niet vroeger? Schepen. Dit is een stukje de reflex die is ingebouwd vanuit het standpunt dat de oprit of de plek daar eigenlijk tot 9 uur logischerwijs vaak nog gebruikt wordt door de mensen zelf of de inwoners zelf. En dat de beschikbaarheid pas vanaf 9 uur
echt te organiseren is. Maar net als in het vorige, zou ook hier een evaluatie tot gevolg kunnen hebben dat we dat vervroegen of veranderen. Maar meer dan dat zit er niet achter. Goed, kan dat volstaan, collega Kuppes? Ja, dankjewel. Wordt daar de stemming voor gevraagd? Nee. Dat beslis ik. Dat beslis, vanuit onze dat beslis ik toevallig. Excuses. Goed. Oké. Niemand vraagt de stemming. Dan wordt dat unaniem goedgekeurd. En wij danken Schepen Schepers voor de behandeling van deze punten. Gaan wij over naar punt 15 van de agenda. Dat is voor Schepen Lisjans. Het gaat over de rechtzetting van de subsidiedossiers dienstgelijke kansen en de nominatieve subsidies. Het woord is aan Schepen Lisjans. Ja, dankjewel. Vorig jaar is er door, nee, eind 2019 moet ik zeggen, hebben we in de gemeenteraad nieuw subsidiereglement voor gelijke kansen goedgekeurd. Dat inging vanaf 2020. Door de invoering van dat nieuwe reglement is vastgesteld dat we uiteindelijk de subsidies voor 2019 niet meer konden uitbetalen. En dat wil eigenlijk zeggen dat het vorige reglement ging ervan uit dat men na het jaar, na het afloop van het jaar, als vereniging zijn aanvraagdossier indiende om subsidies te krijgen van het afgelopen jaar. Het nieuwe reglement gaat er eigenlijk vanuit dat we proactief werken en dat er dus voor het jaar dat komt een subsidie wordt toegekend. Dat heeft ertoe geleid dat er voor 2019 eigenlijk een hiaat was en ook budgetair een hiaat was en we die subsidies niet konden uitbetalen. Daarom is nu de vraag aan de Raad om de rechtzetting hier goed te keuren, zodat wij de subsidies aan de verenigingen voor het werkjaar 2019 toch kunnen betalen. Zijn daar vragen over, collega's? Nee, ik zie niemand. Wordt daar de stemming voor gevraagd? Ja, voorzitter, het Vlaams Belang zou graag de stemming vragen. Goed. Nog opmerkingen? Nee. Dan leggen we dit ter stemming voor. De stemming is geopend. Vijf seconden. De stemming is gesloten. Resultaat van de stemming? Het Vlaams Belang onthoudt zich. De andere fracties stemmen voor. Dank u. Dank u, Schepen Jans. Ik ben aan punt 16 van de agenda voor Schepen Habib El-Wakili. Betreft de verwerkingsovereenkomst Spring. Het woord is aan Schepen El-Wakili. Ja, dankjewel voorzitter. Goedenavond collega's. De afgelopen maanden hebben we gelijkaardige verwerkingsovereenkomsten ook de gemeenteraad diende te passeren naar aanleiding voor de verwerking van de persoonsgegevens van bepaalde softwareproducten die binnen onderwijs gebruikt worden en hier niets anders. De verwerkingsovereenkomst voor Spring, dat is een software om bulk sms'en te versturen naar ouders van leerlingen in geval van een bepaalde noodgeval. En ik vraag jullie goedkeuring hier zodanig dat we hier ook in lijn zijn met de GDPR-richtlijnen die van toepassing zijn, zoals de afgelopen maanden verwerkingsovereenkomsten die we op de gemeenteraad ook gebracht hebben. Zijn daar vragen over? Nee, wordt daar de stemming voor gevraagd? Nee, dank u, wordt het punt unaniem goedgekeurd. Punt 17, de opheffing van het reglement Taalacademie, met betrekking tot de Taalacademie, werd ook toegelicht op de commissie. Het woord is aan Schepen El-Wakili.
Ja, inderdaad, voorzitter. Het reglement dat we willen opheffen is toegelicht in de commissie. Eigenlijk komt het erop neer. Dit is een reglement van 2006 met de intentie om jongeren aan te zetten vreemde taal te leren. Maar we zien dat het reglement zijn effect niet heeft en ook niet breed de jongeren bereikt. Nu, ik kan niet de volledige toelichting terug ophalen, maar eigenlijk komt het erop neer dat we vandaag zien dat er een zeer beperkte groep buiten een VZW daar gebruik van maakt, maar ook dat wij die middelen ook willen gaan inzetten in taalstimulering. En ik denk vandaag dat het een absolute uitdaging is waar we allemaal voor staan. Talen, bijzonder het Nederlands, in ons onderwijs, en we zouden daar die middelen beter in plannen. Onder andere in het bekijken voor een extra babbeldoos dat we willen inrichten om het Nederlands verder te stimuleren in onze school. Dank u. Zijn daar vragen over? Ja, collega De Wit. Nee. Ja, ja, collega De Wit, sorry. Je hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja. Dank u wel, meneer De Schepen. Wij gaan ons onthouden op dit punt. U schrijft in uw toelichting, meneer De Schepen, dus dat de subsidie vooral gebruikt wordt door ouders van kinderen, leeftijd lager onderwijs, om financiële compensatie te krijgen voor taalkampjes tijdens vakanties. En dat is dus dat de middelen meer georiënteerd moeten worden naar het Nederlands. Ik ben helemaal voor het aanleren van het Nederlands, maar ik vind het toch ook leuk dat er een aanbod is om een andere taal te leren. Dat stimuleert de interculturele activiteit in onze stad. Het gaat ook over een heel beperkt bedrag, hè? 3000 euro voor mensen jonger dan 30 jaar. Dus ik vind eigenlijk dat soort projecten, dat positief is. Dat creëert een fijne sfeer ook, dat stimuleert mensen om elkaars leefwereld te leren kennen. Dus ik snap uw punt dat het belangrijk is om ook in te zetten op het Nederlands, maar ik vind het jammer dat we ook dit soort initiatieven daarvoor gaan afschaffen. Dus wij gaan ons onthouden op dit punt. Zijn daar nog vragen rond tussenkomsten? Nee, dan leggen we dat ter stemming voor. De stemming is geopend. Vijf seconden. De stemming is gesloten. Resultaat van de stemming? De PvdA onthoudt zich. De andere fracties stemmen voor. Dan komen wij aan punt 18 van de agenda. De nominatieve toelage voor de VZW Domo Hasselt en het Leonhuis. Het woord is aan Schepen Wakili, Elle Wakili. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het niet nodig is, voorzitter, dat ik de werking van het Huis van het Kind toelicht hier. En ik denk dat het wel gekend is, maar een van onze ambities als Huis van het Kind is om elk kind in Hasselt te kunnen bereiken. Nu, ik merk vandaag ten dag, hebben wij gezien, ook met het corona gebeuren, de lockdown, hoe hard en hoe succesvol ook we wel zijn om zoveel mogelijk kinderen te kunnen bereiken. Samen, wel rechtstreeks vanuit het Huis van het Kind, maar ook met onze partnerorganisaties proberen we ook elk kind te bereiken, maar desondanks stellen we dus ook wel vast dat het toch wel moeilijk blijft om bepaalde kwetsbare gezinnen en kinderen te kunnen bereiken. Daarom is het ook heel belangrijk
dat je de samenwerking hebt met organisaties ook die in hun eigen netwerk, ook met hun eigen expertise en eigen bereik mee ervoor zorgen dat we die netwerk kunnen verbreden. En het is vandaar bijzonder belangrijk, zoals ik zei, enerzijds met Domo, die ook hun specifieke aanpak in individuele trajecten aan huis proberen te stimuleren, de kwetsbare gezinnen proberen op te volgen, op te vangen, maar ook belangrijk is ook om toe te leiden naar het huis van het kind op termijn. Hetzelfde met het Leonhuis, een zeer waardevolle werking van het Leonhuis. Die proberen ook de meest kwetsbaren onder ons te bereiken. En vooral ook te zorgen, de leerachterstand die opgebouwd is bij die doelgroepen vandaag de dag, om die te bereiken en mee te werken via huiswerkbegeleiding, een aantal projecten, digitale ondersteuning, hoe omgaan pre-teaching, maar ook niet alleen naar het kind, maar ook naar de ouder. En dat is een belangrijke. Vandaar dat wij daar een samenwerking met deze twee groepen, zowel Domo als Leonhuis, voor het volgende maanden willen opzetten. En ook op termijn kijken hoe dat we dit verder kunnen verankeren. En ik zou graag jullie goedkeuring willen vragen voor de uitbetaling van deze twee subsidies naar het Leonhuis als naar Domo. Het woord is aan collega Mariam Jamschid. Ja, bedankt voorzitter. Bedankt Scheep voor uw uitleg. Ik vroeg me iets af. Bij de aanvraag van Domo vraagt ze een bedrag van 30.000 euro. Ik zie dat het bedrag van 15.000 euro goedgekeurd is. Van waar de halvering van het bedrag? Scheep, ja. Ja, dus in de gesprekken dat ik zowel gehad heb met de VZW Domo als met het Leonhuis, zijn er ook een aantal gesprekken met verschillende partners. En we proberen de middelen zo goed mogelijk ook te gebruiken, te verdelen, om maximaal de behoefte die er vandaag is. Enerzijds weten we dat we met Domo dat individueel traject waar zij absoluut op inzetten belangrijk is. Dat willen wij ondersteunen. Maar anderzijds vinden we ook wat vanuit het Leonhuis gedaan wordt zeer hartverwarmend en ook essentieel nodig om die meest kwetsbare kinderen ook te kunnen bereiken. En een kwestie van ook die middelen dan zo te verdelen dat we ook zo breed mogelijk kunnen blijven inzetten. Collega Jamschid. Ja. Dan... Bedankt voor uw toelichting, beste Schepen. We staan uiteraard achter dit punt. Goed. Zijn er mensen die daar de stemming voor vragen? Nee. Dan is het punt goedgekeurd unaniem. Wij danken Schepen Eloakili voor de behandeling van zijn agendapunten en gaan over naar punt 19 van de agenda. Raamovereenkomst stabiliteitsstudies. Het woord is aan Schepen Laurence Liber. Goedenavond, collega's. Graag breng ik dit punt naar jullie. Het gaat hier over stabiliteitsstudies. De dienstruimte, dienstgebouwen, de dienstwegen moeten af en toe gebruik maken van een stabiliteitsstudie. En het voorliggende dossier is een raamovereenkomst, zodat we daar met kleine opdracht gemakkelijk kunnen schakelen. Het gaat hier over een opdracht van 18.300 en dat is drie keer verlengbaar. Dus ik vraag jullie goedkeuring voor dit agendapunt. Zijn daar vragen over, collega's? Nee? Jawel, collega De Witte. Dankjewel, meneer de voorzitter. Ja, mevrouw De Scheep, ik heb gewoon een vraag waarom dat weer wordt uitbesteed eigenlijk. Dat gaat hier, zoals u zegt, over vrij beperkte opdrachten, kleine werken. Ik zie een deur die vervangen moet worden of een gat in een gevel maken. Ik ben daar zelf nog geen specialist in, maar ik neem aan dat toch geen rocket science is. Hè. Dat soort dingen hebben wij dan geen ingenieurs met een stabiliteitsdiploma die dat kunnen beoordelen. Waarom moet zoiets geëxternaliseerd worden? Dat is voor mij niet helder.
Wel, wij hebben een aantal zeer excellente ingenieurs bij ons in dienst, maar het gaat hier over echt specifieke know-how. U zal het ook zien in het volgende dossier. En we wensen daar toch, als het nodig is, om daar gebruik te maken van experten. De voorbeelden die u aanhaalt kunnen onder meer waarschijnlijk ook bij ons intern gebeuren, maar er zijn ook vaak complexere dossiers die wel nodig zijn om daar extern advies aan te winnen. En vandaar dat we daarvan gebruik wensen te maken. Collega De Witte, vraagt u de stemming? Nee, meneer de voorzitter. Dank u, mevrouw Libert. Vraagt iemand anders de stemming? Nee, dank u. Dan wordt dit punt unaniem goedgekeurd. Punt 20, de raamovereenkomsten met betrekking tot akoestische studies. Schepen, Libert, ja. Dank u wel. Ook hier is het voor dienstgebouwen vaak zo dat wij gebouwen tot uitvoering brengen, ofwel renoveren, ofwel nieuwe gebouwen optrekken. En steeds vaker is daar ook een akoestische studie voor nodig. Akoestische studies. Worden ook vaak gevraagd wegens gezondheidsredenen. Lawaai, hoe omgaan met lawaai, hoe omgaan bijvoorbeeld met open offices. Dus steeds vaker wordt er ook een akoestische studie gevraagd om aan te gaan hoe eigenlijk gebouwen en ruimtes op een aangename manier kunnen ingevuld worden. Ook hier hebben we geen expertise in huis om dat terdege te doen, vandaar dat we wensen te werken met een raamovereenkomst. Zijn daar vragen over? Nee, wordt daar de stemming gevraagd? Nee, dank u, wordt dat punt unaniem goedgekeurd. Het volgende dossier. 21, ja. Schepen Libert. Dank u, voorzitter. Gaat over het bouwen van de jeugdlokalen en de bakkerslaan in Rungst. Het gaat hier over de goedkeuring en de lastenvoorwaarden, gunningswijze en het bestek. Het is een dossier van een nieuwbouw voor jeugdlokalen. Als schepen van gebouw zal ik de begeleiding zeker mee opvolgen, maar het is vooral schepen Habib Ouakili die de trekker is in het dossier en die ook omdat het gaat over jeugdvoorzieningen daarvoor ook de nodige toelichting zal geven als promotor van het dossier. Wenst daar iemand tussen te komen? Ja, schepen Elouakili eerst toelichten, denk ik. Ah ja. Ja. Schepen Elouakili. Ja, voorzitter, als je met... Ja, dankjewel. En dankjewel, collega Libert, voor de inleiding en de samenwerking in dit dossier. Ja, ik denk dat is een dossier dat toch al een tijdje meegaat. En ik ben ook, laten we eerlijk zijn, collega's als schepen van jeugd en opvang ook enorm trots. Allee, dat we dit samen met dit bestuur, dit project hebben kunnen doen landen. Ik denk dat de ANCS hier in de gemeenteraad weet hoe lang dat dit dossier meegaat. In elk geval veel langer dan ik hier in deze gemeenteraad zit. En het doet mij dan ook enorm veel, geeft me toch voldoening dat we eindelijk laatste rechte lijn kunnen ingaan voor de bouw van dit jeugdhuis. Ja, dit is een jeugdhuis die ook absoluut en noodzakelijk is vandaag de dag in Rungst. We weten ook, Rungst is een van de dichtstbevolkte wijken dat we hebben, om niet te zeggen het meest dichtbevolkte, waar toch, collega's, waar we de minste overdekte jeugdruimte hebben. En vandaar ook de noodzaak hieraan dat we ook een aantal verenigingen vandaag die versnipperd zitten in Rungst ook kunnen samenbrengen. Ik denk dat de KSA in Rungst, ik moet ze niet allemaal op één opnoemen, maar Autisme Leeft Echt, dus Arctos-werking, onze eigen jeugdwerking, noem ze maar op, dat we ze uiteindelijk een gebouw kunnen geven die je voldoet. Vandaag de dag zijn de gebouwen op de Bakkerslaan als achter het OC. En daar kun je echt het letterlijk nemen, tot de draad versleten, dat we deze hen kunnen bestendigen en hun werking kunnen verankeren in Rungst. Maar ook belangrijk is de site daar rond. Dus dat daar een groene site rond op het gebouw komt, dat ook uitnodigend is en waar de werkingen kunnen verder op geïnd worden. Ook belangrijk in de visie dat we hebben vanuit jeugd, dat we ook willen gaan naar een geïntegreerde jeugdwerking. We willen ook het gebouw ook gebruiken naar een hefboom
om de Rungst in zijn diversiteit ook te kunnen toeleiden naar een geïntegreerde jeugdwerking. Ik denk dat het uitermate belangrijk is dat we de jongeren bijeen kunnen brengen. We hebben een uitstekende jeugdwerking in Hasselt en dat we ook die jongeren onder die dak kunnen brengen waar we vandaag nog geen of onvoldoende verbinding kunnen creëren. Dus ja, ik denk dat ik daar dit toch heel wat uitdaging met zich meebrengt. En waar heel wat mensen en verenigingen, jongeren ernaar hebben uitgekeken. Op termijn wil ik ook kijken samen met onze partner Autisme Leeft. De mogelijkheid onderzoeken naar haalbaarheid voor het inrichten van een voor- of naschoolse opvang voor kinderen met een beperking. Meer specifiek autisme. We weten dat vandaag... Alhoewel dat we heel wat opvangplaatsen hebben vandaag in Hasselt, dat kinderen met die beperking heel moeilijk is om die te kunnen integreren. Daar is de 1-op-1, 1-op-2 aanpak meer dan noodzakelijk. Dat gaan wij samen bekijken, hoe dat we dat ingericht krijgen in Rungst. Dus ik ben daar vooral heel, heel trots, dankbaar. Maar ik ben daar niet alleen, dus wij als ploeg. En ik wil ook iedereen daar bedanken, maar ook het woord geven aan collega Venken, waar ook toch een bijdrage is van milieu en energie. Dank je wel. Ik wilde inderdaad graag kort even toelichten hoe we vanuit energie bijdragen aan dit project. Met als doelstelling, ja, we krijgen zelfs nog een paar vragen over klimaat, om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. In dit gebouw hebben we dat geïmplementeerd door enerzijds zonnepanelen en batterij te installeren, of te gaan installeren beter gezegd, waardoor je eigenlijk je eigen verbruik voor 75% kunt dekken, dat je eigenlijk bijna off-grid kunt gaan. Daarnaast werken we met uiteraard LED-verlichting, is de isolatie hoog kwaliteitsvol. Vertaalt zich ook in een groen dak op het gebouw. Dat helpt uiteraard naar isolatie, ook naar waterhuishouding, maar zelfs naar biodiversiteit biedt dat een enorme meerwaarde. En zeker wat de verwarming betreft hebben we hier bewust gekozen om fossielvrij te gaan. We gaan werken met geothermie, met warmtepompen, om op die manier voor de verwarming geen enkele fossiele brandstoffen te moeten inzetten. Het woord is aan collega Cox, Tom Cox. Goedenavond. Dank u wel aan de schepen voor de uitgebreide toelichting. Ja, we zijn natuurlijk, en het lijkt zelfs evident dat we heel tevreden zijn dat dit er gaat komen. Het is een mooi project, het heeft heel lang geduurd en we zijn bijzonder blij dat het er zal komen. Ja, ook de doelgroepen, de plaatsen waar het komt, het zal de buurt echt wel opwaarderen. Dat is heel erg duidelijk. Toch een vraag hierbij. Er is een paar jaar geleden was er ook sprake dat Sint Vincentius hier haar intrek zou nemen. Die worden niet vermeld bij de doelgroepen. Betekent dat dat zij daar niet komen? Of is daar nog geen duidelijkheid over? Ja. Aan wie is die vraag, collega Cox? Wel, ik stel ze... Ja. Aan een van de drie, zou ik zeggen. Misschien die antwoord daarop. Ja, ik zal er wel op antwoorden, voorzitter. Ik denk, collega Cox, ja, het is inderdaad zo. Er is indertijd ook sprake geweest om Sint Vincentius mee te verhuizen. Daar is ook een heel traject afgelegd geweest samen met Sint Vincentius. Maar op een bepaald moment is ook vanuit Sint Vincentius de beslissing ook gekomen van dat ze daar niet mee wouden instappen in dit verhaal. En zij zitten vandaag in het klooster aan de kerk. Als ik mij goed herinner, ik denk dat het zo is. Ik zie collega Jans schudden, met ja schudden, dus dat zal... Dus zij zitten niet mee, maar we hebben dat traject gelopen met hen. Uiteindelijk is helaas niet mee kunnen verhuizen. Maar zij zitten daar niet ver van. Dus in het klooster waar ze vandaag zitten. En ik denk als daar een opportuniteit aanbiedt naar de toekomst, ja, dan zal dat wel bekeken worden. Maar niet in dit verhaal van het jeugdhuis. Het woord is aan collega Bart Moors.
Ja, ik wil Schepen Habib ook zeker danken voor dit heel goede project. Het is ook een beetje een antwoord op mijn eerdere mondelinge vraag om aandacht te hebben voor kinderen met een beperking voor de naschoolse en de vakantieopvang. Ik heb één extra vraagje. Dit is al een hele goede aanzet, maar dat we ook zeker oog hebben voor andere beperkingen dan ASS. Er zijn ook heel wat kinderen met een zware fysieke beperking die 1-1 hulp nodig hebben. Dus in de toekomst kunnen we nog wel wat uitbreiden, hopelijk. Dank u. Zijn daar nog vragen of tussenkomsten betreft dit punt? Nee. Vraagt er iemand de stemming hierover? Nee, dan wordt dit punt unaniem goedgekeurd. En danken wij Schepen Libert voor de behandeling van haar agendapunten. En komen wij aan punt 22 van de agenda. De nominatieve toegekende subsidies voor 2021. Het woord is aan Schepen Frank de Waal. Dat is een op het straks coöperatie van maatschappelijk verhouding te behandelen. Met de nominatieve subsidies voor 2021. Die als bijdrage wordt overgemaakt en wordt aan de gemeenteraad gevraagd om die wetsvoorstellen. Zijn daar vragen over tussenkomsten? Nee. Dan wordt dat unaniem goedgekeurd, deze vaststelling. Voorzitter, wij wensen graag de stemming. Ah ja, goed. De stemming wordt gevraagd, de stemming wordt geopend voor agendapunt 22. Nog 5 seconden. De stemming wordt gesloten. Resultaat van de stemming. Het Vlaams Belang onthoudt zich. De andere fracties stemmen voor. Ga naar punt 23 van de agenda. Protocollen en verwerkingsovereenkomst voor het doorgeven van surveygegevens in het kader van de stadsmonitor. Het woord is aan Schepen Frank de Waal. Dankjewel, ik ga luider eens kijken, want ik zie dat je mij niet goed hoort. Dus als je mij nog niet goed hoort, dan mag ik kijken, dan spreek ik nog wel luider. Dat betreft een beetje een bijzonder punt, in de zin dat ik, zoals je het kunt lezen, aan de gemeenteraad gevraagd wordt om enerzijds een beslissing in te trekken en anderzijds dan deze beslissing te nemen. Nu, dat gaat over een verwerkingsovereenkomst en een protocol, dus het kader van de GDPR. En dat is hier al bijvoorbeeld gepasseerd op de gemeenteraad, dienen wij overeenkomsten op te stellen. In dit geval gaat het over de stadsmonitor. We hadden de gemeenteraad van 22 september een protocol afgesloten met de studiedienst Stad Antwerpen. Maar klaarblijkelijk lopen die datastromen toch anders dan men initieel dacht. En is het dus noodzakelijk om een protocol af te sluiten met het agentschap Binnenlandse Bestuur. Wij doen de wetgeving tussen overheden. En dan in een tweede fase ook een verwerkingsovereenkomst af te sluiten met de stad Antwerpen. Dus er wordt gevraagd, zoals ik zei, enerzijds om het besluit van de gemeenteraad van 22 september in te trekken. En dan de gemeenteraad te dragen het protocol goed te keuren en de verwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen. Zijn hier vragen over of tussenkomsten? Collega Jamschiet, hebt u begrepen? Ja, een deel. Maar het was duidelijker dan de vorige keer. Ja. Ik had het ook opgemerkt hoor. Uw opmerking was terecht. Het was waar. Goed, zijn er mensen die de stemming vragen hierover? Ja, voorzitter, ook hier vragen wij de stemming alsjeblieft. Is het Vlaams Belang? Vlaams Belang, inderdaad. Goed. Oké, dan is de stemming over dit punt geopend. De stemming is gesloten. Het Vlaams Belang onthoudt zich. De andere fracties stemmen voor. Punt 23 is afgehandeld. Ik ga naar punt 24 van de agenda.
De Smart City aankoopcentrale stad Brugge. Het woord is aan schepen Frank de Waal. Dank u wel, voorzitter. In het kader van Smart City heeft de stad Brugge samen met Leuven en Roeselaar een overheidsopdracht in het kader van Smart City Data Platform. Nu Brugge gaat daar functioneren of fungeren als een aankoopcentrale. En de vraag die eigenlijk hier om als stad Hasselt toe te treden, het is een vraag die aan alle centrums gesteld is, om als stad Hasselt toe te treden. Op die manier kan onze naam daarin vermeld worden. We hebben daar geen aankoopverplichting. Maar mocht dat natuurlijk gunstig zijn, kunnen we als stad gebruik maken van dat bestek om dan in het kader van Smart City Data Platform daar diensten af te nemen. Dus nogmaals, het is geen aankoopverplichting, is het in, dat is de loutere opname van de stad Hasselt in dat bestek. Dat wordt de gemeenteraad gevraagd om dat goed te krijgen. Zijn daar vragen over tussenkomsten? Nee, ik zie niemand. Wordt hier de stemming voor gevraagd? Nee, dank u. Dan wordt het punt unaniem goedgekeurd. Punt 25 werd ook toegelicht op de commissie. Het betreft belastingsreglement voor de huisvuilbelasting. Het woord is aan schepen de Waal. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is inderdaad toegelicht op de commissie. Die wijzigingen gebeuren van vraag van Limburg.net. En dat zijn eigenlijk drie concrete wijzigingen. Ten eerste gaat het over een invoeringsprocedure die niet meer correct zou zijn. En dus in overeenstemming wordt gebracht met de gegeven wetgeving. Twee zijn wat betreft de tarieven voor de aanbreng van houtafval voor bedrijven. Wordt dat hoog naar 0,11 euro per kilogram. En drie gaat er om een aanpassing van technologie waarbij de term P plus MD wordt gesteld. Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om dat belastingsreglement goed te keuren. Zijn daar vragen rond? Opmerkingen? Wordt daar de stemming voor gevraagd? Nee, dank u. Dan wordt dit punt unaniem goedgekeurd. Punt 26 van de agenda werd... Voorzitter, ja. Excuseer, ik ben te laat. Wij vragen daar de stemming over. Mijn excuses opnieuw. En punt 25, Vlaams Belang vraagt daar de stemming. Ah ja. Punt 25, dan openen wij daarvoor de stemming. Punt 25. Nog 5 seconden. Stemming wordt gesloten. Ja. Het Vlaams Belang en PvdA onthouden zich. De andere fracties stemmen voor. Het punt is afgehandeld en we gaan naar punt 26 van de agenda, ook toegelicht door de commissie. Het subsidiereglement en de ondersteuning van de Hasselse toeristische logies. Het woord is aan schepen de Waal. Dank u, voorzitter. Dat reglement, zoals het toegelicht door de commissie, is eigenlijk identiek aan het reglement dat we ook op 23 juni hebben goedgekeurd op de gemeenteraad. Dat kadert in de coronamaatregelen, waarbij hotels toch nog altijd te kampen hebben met heel wat annulaties. En waarbij we dat de maatregelen die eigenlijk in het derde kwartaal van toepassing was, willen die ook verlengen voor het vierde kwartaal. Op die manier wordt de toeristentaks via een subsidiereglement terugbetaald aan de hotel of BND-eigenaar. Er wordt gevraagd aan de gemeenteraad om dat reglement goed te krijgen. Zijn daar vragen over tussenkomsten? Wordt de stemming gevraagd? Nee. Dan wordt dit punt unaniem goedgekeurd. En wij komen aan punt 27 van de agenda. De borgstelling van de stad Hasselt voor de investering in de havenkom. Het woord is aan schepen de Waal. Dank u wel, voorzitter. Het gaat dus om een borgstelling. Het is genoodzaakt om daar een aantal investeringen te doen. Zij zijn ook geconfronteerd met de verlaging van de dijken van de kanaalkom, waardoor het bestaande systeem moet aangepast worden. Nu, in dat kader wenst de stad ook daar extra waterbeweging te voorzien. En is de vervanging van welsprekend ook een meerwaarde op het openbaar domein. De VZW gaat een zware investering doen, gaat daar ook een deel zelf van financieren.
maar wordt daar geconfronteerd bij de bank dat men daar toch een zekerheid vraagt. En in die zin zijn wij op vraag bij de gemeenteraad alvast de goedkeuring met de borgstelling te waarde van 400.000 euro. Zijn daar vragen over? Nee. Vraagt iemand de stemming? Nee. Dank u. Dan wordt dit punt unaniem goedgekeurd. Punt 28 van de agenda werd ook toegelicht op de commissie. Schepen de Waal, prijssubsidiereglement voor het zwembadcomplex. Je hebt het woord. Ja, u heeft mijn subsidiereglement toelichten. Het is het subsidiereglement dat, denk ik, ook al door iedereen ondertussen gekend is. Voorzitter, we hebben geen geluid meer. Ja, sorry. Ik begin opnieuw. Dus ik was eigenlijk, ik weet niet tot waar u het gehoord heeft. Nog niet zo heel ver. Nog niet zo heel ver. In elk geval, het gaat dus over het prijssubsidiereglement voor het zwembad Katermolen. Iedereen is nu vertrouwd met het principe dat wij als stad daar een prijssubsidiereglement hebben om per ticket een subsidie te brengen aan het AGB, zodat de prijzen voor de toegang tot het zwembad laag kunnen blijven. In die zin is er een projectie gemaakt voor 2021. En dat is inderdaad het prijssubsidiereglement dat u wordt voorgelegd. Er wordt gevraagd aan de gemeenteraad om dat goed te doen. Zijn daar vragen over, tussenkomsten? Nee, wordt daar de stemming voor gevraagd? Het Vlaams Belang vraagt de stemming, voorzitter. Oké. De stemming wordt geopend. Ja. Dus nog 5 seconden. Resultaat van de stemming. Het Vlaams Belang onthoudt zich. De andere fracties stemmen voor. Dank u, Schepen de Waal, voor de toelichting voor de voorbije punten. En zo gaan wij naar punt 29 van de agenda. Bruikreinreglement voor collectiebeherende instellingen. Het is toegelicht op de commissie. Het woord is aan Schepen Joost Venken. Dank u wel, voorzitter. En dit gaat inderdaad over onze collecties. We hebben eigenlijk een vijftal collectiebeherende instellingen. Zijn het Genever Museum, het Stadsmuseum, het Modemuseum en ook het Stadsarchief en de Bibliotheek Hasselt-Limburg. Die hebben ieder hun eigen reglementen over de wijze waarop dat je kunt gebruikmaken van die collectie voor een eigen tentoonstelling in een andere musea of een andere bibliotheek. En we hebben nu ervoor gezorgd dat die bruikleenreglementen, die toch nog wel wat verschillend waren afhankelijk van de instelling, gealigneerd zijn met elkaar, zodat er één enkel bruikleenreglement is wanneer dat jij wil een werk uitlenen uit de collectie van Hasselt. En daarvoor vragen we graag jullie goedkeuring. Zijn daar vragen over? Opmerkingen? Goed, vraagt er iemand de stemming over? Nee, dan wordt het punt unaniem goedgekeurd. Volgend punt, punt 30 van de agenda, betreft de aanpassing van het reglement in verband met puntenstelsel voor socioculturele verenigingen. Schepen Venken. Inderdaad, we hebben een subsidiereglement voor onze socioculturele verenigingen. Dat is opgedeeld in een aantal secties, koren, harmonieën, theater enzovoort. Wie er niet in zat, dat waren de erfgoedverenigingen. We hebben nogthans heel wat erfgoedverenigingen die in Hasselt actief zijn. En die werden eerder ad hoc ondersteund. We willen dat nu graag op een structurele manier doen via dit reglement.
waarbij dat we een nieuwe sectie hebben toegevoegd voor erfgoedverenigingen, waarin zij ondersteund worden wanneer dat zij bezig zijn met het beheer en het behoud van ons cultureel erfgoed, met het delen van die kennis met anderen en participeren aan bijvoorbeeld de erfgoeddag, om het ook kenbaar te maken aan iedereen die geïnteresseerd is. En daarvoor graag jullie goedkeuring. Vragen hierover? Ja, collega Mondelaars. Collega Mondelaars, u hebt het woord. Collega Mondelaars. Het punt werd niet besproken op de commissie, vandaar dat ik de vraag nu stel. Ik begrijp ook dat de Socioculturele Raad mee is in dit verhaal, het ook goedgekeurd heeft. Ik denk dat het ook goed is om de erfgoedverenigingen mee te incorporeren in dat hele socioculturele gegeven. Maar ik had wel één vraag. De pot van middelen, is die dan ook vergroot? Want ik kan me voorstellen, er zijn op zijn minst een 15-tal erfgoedverenigingen die in Hasselt echt actief zijn en activiteiten organiseren. Is die pot dan ook vergroot? Ik denk niet dat het zou goedgekeurd zijn op de Socioculturele Raad als we dat niet gedaan hadden. Het is inderdaad zo dat we gekeken hebben wat er de voorbije x-aantal jaren aan ad hoc ondersteuning gegeven is aan erfgoedverenigingen via Stadsmus, via de culturele dienst en dergelijke. Dat hebben we eens opgelijst en daar het gemiddelde van genomen. En met dat bedrag hebben we de pot verhoogd, zodat het eigenlijk voor iedereen op hetzelfde blijft. Dan heb ik nog één vraagje. Op dit moment, men zegt ook van een vereniging zal moeten kiezen tot welk segment dat ze behoren en welke punten dat ze dan bijeen willen sprokkelen. Nu, dat zet wel een beetje een rem op eerder hybride verenigingen. We weten dat er in Hasselt zo'n aantal zijn die eigenlijk vanuit verschillende hoeken hun ding doen. Iets wat we denk ik ook allemaal wel toejuichen. Ik begrijp ook wel dat het herschrijven van zo'n reglement in die richting niet evident is. Ik heb zelf ooit de pen mee mogen vasthouden. Als je aan één ding raakt, dan... Maar ik denk wel naar de toekomst toe, als het reglement nog eens herdacht wordt, dat het gegeven van hybride verenigingen die op verschillende domeinen actief zijn, dat het wel goed is om dat ook mee te nemen. Om daar grensoverschrijdende activiteiten, om het zo te zeggen, dat die dan ook beloond worden, in plaats van dat men echt moet kiezen tussen de ene of de andere sectie te horen. Dat is een heel terechte opmerking. Ik deel die bekommernis. Je merkt inderdaad dat er ook verenigingen ontstaan die zich op het snijpunt vinden van verschillende secties. En dat is juist goed. Uiteindelijk is die kruisbestuiving vaak iets wat leidt op nieuwe creativiteit. Maar zoals je zelf aangeeft, is het niet evident om dat in een reglement te gieten. Wat we willen doen naar de toekomst toe, is het projectsubsidiereglement. Dat willen we wel herschrijven. En daar willen we vooral die mogelijkheid meer kansen in geven en meer in de verf zetten. Dat je eigenlijk meer projectmatig op die manier kan ondersteund worden wanneer dat je veel meer die crossover zoekt tussen verschillende disciplines. Volstaat dat, collega Mondelaars? Ja, goed. Zijn daar mensen die nog willen tussenkomen? Zijn er mensen die daarover de stemming vragen? Nee, dank u. Dan is dat punt 30 unaniem goedgekeurd. En danken wij schepen Joost Venken voor zijn uiteenzettingen. Komen wij aan het initiatiefrecht. U kent het systeem, u kent ons reglement. Nog even herhalen. Dus de vraag voor het raadslid 2 minuten, antwoord 3 minuten van de schepen of de burgemeester. Dan is er een repliek voor de vraagstelling van 1 minuut. Mogen er andere fracties tussenkomen, ieder 1 minuut. Dan is er nog een reactie van schepen of burgemeester. En slotreden van de vraagsteller ook 1 minuut. En de timing zal ik de hand aanhouden. Een klein beetje nog. Dank u. Goed. Een eerste vraag komt van collega Frank Troosters in verband met het Koesterhuis in Hasselt. En die vraag gaat beantwoord worden door de schepenen Habib Elouakili en Joske Deksters. Het woord is aan collega Troosters. Dank u, voorzitter. Voorzitter, in Kortrijk opent deze maand met steun van het stadsbestuur een koesterhuis.
Een koesterhuis dat is een plek, een ontmoetingsplek voor wie rouwt om een kind. En iedereen is daar welkom om verhalen te delen, troost te vinden, herinneringen te koesteren en daarover te praten. Ook met vragen over rouwen om een kind. En eigenlijk op een laagdrempelige manier met dit thema kennis te maken. Het is het tweede koesterhuis in Vlaanderen. Enkele jaren geleden opende ook al eentje in Antwerpen. Natuurlijk is het zo dat ouders die een kind verliezen, dat die onnoemelijk veel pijn lijden. Daar bestaan bijna geen woorden voor, denk ik. En die verdienen natuurlijk alle steun en troost die de samenleving kan bieden. Een warm huis voor wie dergelijk onfortuinlijk lot overkomt, waar herinneringen en ervaringen gedeeld kunnen worden, zou eigenlijk in elke provincie en misschien wel in elke grote stad aanwezig moeten zijn. Koesterhuizen zijn een initiatief van VZW Berrefonds. Dat ontstond heel kleinschalig, een burgerinitiatief van ouders die zelf een kind verloren, dat Berre heette. En zij wilden daarmee tonen dat er binnen het professionele zorgveld, maar ook in de hele maatschappij, meer aandacht moest zijn voor de rouw na het verlies van een kind. Tussen 13 en 20 december organiseert het Berrefonds de Koesterweek. En het is de ambitie om meer dan 2500 sjaals te verspreiden voor gezinnen die een kindje misten. En vandaag trokken ze met een karavaan ook door Limburg. Heel hartverwarmend en mijn vragen zijn daarom. Neemt het stadsbestuur contact met VZW Berrefonds met het oog op eventuele samenwerking? Neemt het stadsbestuur initiatieven om een koesterhuis in Hasselt op te richten of te faciliteren? Is men daarbij bereid om een pand ter beschikking te stellen van geïnteresseerden die dat zouden willen oprichten, zo'n koesterhuis? En welke voorzieningen, welke ondersteuning wordt thans geboden aan ouders die een kind verliezen? Dank u. Aan schepen Eloakili. Ja, dank u wel, voorzitter. U doet dat samen met schepen Deksters, dat weet u. Ja, nu ben ik 10 seconden al kwijt, hè, voorzitter. Dus dank u wel, collega Troosters. Ik denk, zoals ik juist ook zei, met de subsidie Domo en Leonhuis, het huis van het kind is een warm huis, hè, waar wij ook daar aandacht vrijmaken en ook dat die locatie inrichten voor ouders die daar vandaag nood aan hebben. Nu, anderzijds, via het huis van het kind is er een samenwerking geweest, hè, met Berrefonds. In het organiseren van professionele vormingen, het lezingen voor ouders. Maar ik ga het woord geven aan mijn collega Deksters, om te vermijden dat we te veel tijd nemen, want zij is daar nog veel meer mee bezig dan ik zelf. Dank u, collega Deksters, schepen Deksters. Oké, dank u wel, collega Eloakili. Meneer Troosters, als men op 3 plaatsen op de gemeenteraad identiek dezelfde vraag woordelijk zelfs indient, dan concludeer ik daaruit dat men niet de moeite gedaan heeft om ook eens te kijken welk beleid dat wij hier in onze stad voeren voor mensen die een kindje verloren hebben. Nu, had u eens even op de website gaan kijken of op de Facebookpagina, of zelfs nog maar de nieuwe Hasselaar gelezen. Maar dat gaat u nu niet zien. Natuurlijk, ik had u dat beter kunnen tonen op de echte vergadering. Maar dan had u het artikel gelezen, Breien voor het Berrefonds. We hebben namelijk een oproep gedaan bij onze bewoners om te breien voor het Berrefonds. En we hebben maar liefst 300 sjaals opgehaald, die dan ook aan hen overhandigd zijn. En effectief, vandaag was de koesterkaravan in Hasselt en hebben daar sjaals uitgedeeld aan mensen die kindje verloren hadden. Ik heb u daar niet gezien, meneer Troosters, en ook niemand van uw partij. Wat uw vraag betreft, ik ga ineens over naar de derde vraag, ook, daar kom ik nog zelfs op terug. Welke ondersteuning bieden wij aan mensen die een kindje verloren hebben? En ik verwijs terug naar onze nieuwe Hasselaar, nu naar die van december. En dan gaat het erover dat daar een heel mooi getuigenis in staat van een jong koppel, een jong gezin uit Hasselt die een kindje verloren hebben. En dit in kader van Wereldlichtjesdag. Nu, vorig jaar hebben we op de tweede zondag van december een mooie herdenking gedaan in de Japanse tuin. Vorige zondag, het kon niet fysiek doorgaan, hebben we het gedaan op het Limburgplein en ook gestreamd. Ik nodig u uit, meneer Troosters, maar ook alle collega's, om dat toch nog eens te bekijken, want dat is nog altijd online. En ook op Facebook is alle mooie positieve reacties die we gekregen hebben van de mensen dan ook eens te lezen. En dan op de andere vraag van het Koesterhuis. Meneer Troosters, het Koesterhuis, dat is echt een initiatief
van het Berffonds. Dus het is zeker niet de bedoeling van het Berffonds en ook niet van ons dat wij dat initiatief van hen gaan overnemen. Dat is iets van hun en dat moeten zij met hun vrijwilligers ook kunnen uitwerken. We zitten wel al een aantal maanden geleden hebben we al samengezeten met het Berffonds om de eerste verkennende gesprekken daar rond te hebben. Zij moeten nu verder bekijken hoe zij zich... Afgronden schepen. Ja, ik weet het, voorzitter, maar ik mag al niet dikwijls iets zeggen. Laat me nu even een paar seconden spijt krijgen. Wij gaan met hen ook nog in de toekomst rond de tafel zitten, samen met, schepen Mijnen dan, en ook met schepen Iluakili. En we gaan dan kijken wat hun noden zijn. En dan zullen wij hen ook ondersteunen, juist gelijk we dat doen, met soortgelijke organisaties die hier in onze stad zijn. We gaan hun zeker ook ondersteunen. Maar ik vind het spijtig dat u niet eens eerst gekeken hebt wat we al allemaal doen, want u ziet dat we een echt die mensen die een kindje verloren hebben, zeker niet in de kou laten staan. Collega Troosters, repliek. Ja, dank u beide schepenen voor uw antwoord. Ik ga me eigenlijk vooral richten tot mevrouw Deksters, die haar antwoord zowat beneden alle pijlers, zal ik het zo voorzichtig uitdrukken. Om te beginnen, mevrouw Deksters, ik heb een beetje moeite met het feit dat u insinueert, omdat ik daar vandaag niet was. Ik wil u even laten zien, eventueel. Ik zit nu nog in Brussel, sommige mensen moeten werken. Dat ik dat dus niet was, dat dat zou moeten inhouden alsof ik zogezegd niet met die materie begaan ben. Dat is al één, dat is een behoorlijk lage insinuatie van uw kant. Tweede feit is dat je dan ook verwijst naar uw websites waar ik wel degelijk op gekeken heb. En misschien zegt dat meer over uw websites en over uw initiatieven ter zake dat ik niet veel gevonden heb. Ik heb een paar dingen gevonden, maar een specifieke instelling voor specifiek met dit thema te bezig te zijn, wat een heel specifiek thema is, die is er gewoon niet in Hasselt. Het kind van het huis van het kind en dergelijke heb ik gezien. Dat gaat over algemene opvoeding dergelijke, maar specifiek hier over het rouwen voor ouders die een kind verliezen, dat is er gewoon niet. En dan kom ik bij dat VZW Berffonds. Ik vraag ook concreet, willen jullie specifiek een koesterhuis daarover oprichten? Want jullie mensen hebben mij gezegd dat Hasselt inderdaad contact heeft gehad en dat er gewoon niks, maar ook niets concreet is. Totaal niks. Dus u doet hier alsof je God weet wat doet. Alsof ik zo'n beetje een zaak zou willen recupereren en eigenlijk niet geïnteresseerd ben in de zaak. En eigenlijk is het totaal andersom van hetgeen wat je hier wilt komen vertellen. Ik vind dat eigenlijk behoorlijk droevend als schepen dat je na 2 jaar met zo'n verhaal afkomt en niet verder staat in dat verhaal. Dank u. De vraag is of er tussenkomsten zijn van andere fracties. Nee? Dan heeft Schepen het woord, Schepen Deksels, voor een reactie. Meneer Troosters, ik heb gezegd dat ik u, maar ook niemand van uw partij daar gezien heb. Ik neem aan dat u moet werken. Goed, maar wat u daar vertelt, dat mevrouw van het Berffonds, en ik ga haar naam zelfs niet noemen, daar heb ik ook geen belang, maar dat die mevrouw gezegd heeft dat er van onze kant niks uitkwam, dat is pertinent een leugen. En allee, daar gaat die mevrouw zeker tegenspreken, want ik heb haar vandaag gesproken en zij vond dat zij hier in Hasselt bij ons zich heel welkom gevoeld heeft. Dit neem ik niet, meneer, dat u zoiets zegt. Dat is echt niet waar. En ik denk als u dat aan mevrouw van den Broele, nu heb ik toch haar naam genoemd, van het Berffonds wil zeggen, dat zij dat ook ten zeerste zal lopen straffen. Dit neem ik niet. Collega Troosters, u hebt het slotwoord. In zaken luisterend lezen zult je eigenlijk toch nog, ik weet het niet, hè, maar ik heb in een enkel moment gezegd dat je niks gedaan hebt. Ik heb alleen gezegd dat er verteld is, en dat staat zelfs op papier, dat er niets concreets is. Niets concreet is met het oprichten van een koesterhuis en met het innemen van een initiatief specifiek rond deze materie. Dat is het enige wat ze ons meegegeven hebben en dat is wat ik overmaak. Mag ik nog even repliceren, voorzitter? Ja, maar... Uiteraard, meneer Troosters, staat er niks op papier. Ik heb het toch juist gezegd. Het is een initiatief van het Berffonds. Zij beslissen waar ze dat zetten. Zij beslissen wanneer ze dat zetten. En zij hebben ook de know-how daarover. Zij hebben aan ons gevraagd of wij een eventueel ondersteuning kunnen bieden. En dat hebben wij gezegd. Van het moment dat jullie een plan hebben, kunnen jullie naar hier komen. Gelijk ik juist zei, gaan we samen zitten en bekijken we wat die noden zijn. En vullen we die noden in, gelijk we dat voor andere verenigingen doen. En ik denk dat dat de enige juiste manier is, meneer Troosters. Wij moeten niet in de plaats van die verenigingen gaan die daar alle nodige know-how over hebben.
Goed, meneer Troosters, ja, u heeft sowieso... Ja, ik heb dus op geen enkel moment gezegd dat u in de plaats moet gaan van die vereniging. Die vereniging vertelt ons ook dat zo'n voorbereiding gemakkelijk een half jaar in beslag neemt. Dat is een kleinschalige organisatie met wel professionele en ervaringsdeskundigen die daar aan de slag zijn. Maar dat moet uiteraard begeleid en gefaciliteerd worden vanuit de stad. En van op dat gebied schiet u schromelijk tekort, hoezeer het ook draait of keert. Goed, punt is afgehandeld. Het volgende vraag in het kader van initiatiefrecht is een vraag van collega Mondelaars in verband met de bibliotheek Hasselt-Limburg. Als voorzitter zou ik toch daar ook willen opmerken dat dat al de zoveelste keer is dat dit op de gemeenteraad komt en volgens informatie, objectieve informatie waar wij over beschikken, zijn er eigenlijk geen problemen. Wij zouden nu eens graag hebben dat daar klaar en duidelijk die vraag is klaarblijk duidelijk, maar ook het antwoord dat dat eens duidelijk is. Wij zijn van oordeel als bestuur hier dat hier eigenlijk geen probleem is en dat er geen sprake is dat de bibliotheek in Keuringen ondergewaardeerd zou worden. Collega Mondelaars, u kan uw vraag stellen. Voorzitter, het gaat gewoon over een dossier wat ons nauw aan het hart ligt en wat we graag ook opvolgen. Nu, misschien eventjes, de voorbije maanden ontstonden er een aantal acties waar dat burgers aangaven dat ze ongerust waren over de bibliotheek van Keuringen en de plannen. Er werd onder andere een petitie opgestart die ondertussen meer dan 2800 handtekeningen verzameld heeft. En die acties bleken ook zinvol te zijn, want ondertussen zijn de openingsuren verder uitgebreid tot grote vreugde van de gebruiker zelf. En het zal voor intussen ook voor iedereen duidelijk zijn dat de bibliotheek in Keuringen niet definitief zal sluiten. En men kijkt gewoon reikhalzend uit naar de plannen die er in de plaats gaan komen. Nu, eind november, en dat is de reden waarom ik de vraag ook stelde, hebben wij allemaal als gemeenteraadsleden een schrijven van de Bib Leeft ontvangen. En het antwoord van de schepen was dat de gezinsbibliotheek van Vlaanderen weldra in Keuringen te vinden zal zijn. En dat er voor de opmaak van de plannen, die nog in ontwerpfase zijn, allerhande kanalen zullen aangesproken worden om informatie of input in te winnen. En vandaar die opvolgingsvraag. Bij wie gaat u zoal input vragen? En gaat u ook nog samen zitten met de mensen van de Bib Leeft? Nu, eind september waren de inzendingen van de ontwerpbureaus ook binnen. Wat is daar nu gewoon de stand van zaken? Niet de keuze, maar de stand van zaken. En in het bestek dat destijds in april door de meerderheid en PvdA goedgekeurd werd, was sprake van een huiskamerbibliotheek die zonder personeel moet kunnen werken en met als enige vermelde doel dat mensen op hun gemak een boek moeten kunnen lezen. In de reacties ondertussen zegt de schepen van dus niet alleen dat de gezinsbibliotheek er gaat komen, maar ook dat er vanzelfsprekend personeel aanwezig zal zijn. En dat het gaat over een volwaardige gezins- en jongerencollectie. En dan is gewoon de derde vraag, betekent dat dat er andere ideeën rijpen dan hetgeen wat destijds in het bestek van april stond? Of dat er gewoon, alleen ook destijds werd er gezegd, de ruimte voorzien is 300 vierkante meter. Kan daar de gezinsbibliotheek van Vlaanderen in? Voorzitter, het is gewoon de opvolging van een lopend dossier dat we hier vragen. Dank u wel. Schepenelle Wakili. Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, collega Mondelaars, de voorzitter heeft het opgemerkt en ik denk heel de gemeenteraad. Het is de derde opeenvolgende vraag over de bibliotheek. Ik denk niet dat ik het nog meegemaakt heb. Drie opeenvolgende gemeenteraden met dezelfde vraag. Zwat, het is wat het is, je hebt dat recht. Ik vind het gewoon vooral vooral ontzettend jammer, collega Mondelaars. Dat u, en ik heb dat vorige gemeenteraad ook gezegd, hè, u als voormalig bevoegde schepen, dat eigenlijk niet op inhoud ingaat, maar vooral een beetje, ik weet niet, laat zich meeslepen hè, met ik weet niet, plat politiek opportunisme, ik weet niet hoe dat ik het moet noemen. Ik zeg niet dat u zo bent, maar dat u ergens... U zou zich moeten... U weet heel goed hoe dat de bibliotheekwerking is, hoe dat proces hier binnen de stad gaat. Als u zou ingaan, echt letterlijk en op inhoud, en u weet hoe het gaat, dan zou dat ook u sieren. Nu, laat dat duidelijk zijn. Vanaf dag 1, collega Mondelaars, heb ik altijd heel duidelijk gezegd
naar iedereen, en ik blijf dat herhalen, naar de buurtbewoners, naar de actiegroep, naar in de media, ben ik altijd hetzelfde blijven herhalen. En dat wil dus zeggen, inzetten dat op ons dossier verder die kwaliteit die we hebben, die top 5 waar we zitten, verder blijven werken. En in Kuringen gaan voor een familiebibliotheek. Waar, en wat ik zeg, dat is die complementair gaan van de twee, een aanbod creëren in beide. Eigenlijk, collega Mondelaars, is het niet veel anders dan wat u hebt ondertekend in de convenant bij de overname van de provinciaal. Ik zie u verbaasd, ik ga u helpen. Kijk, in het gemeenteraadcommissie van september, 4 september 2017, die u gepresenteerd heeft, daar staat in, we moeten gaan naar een complementaire dienstverlening en collectieaanbod uit te bouwen, dus over de twee bibliotheken. U zegt daarbij bijzondere aandacht voor kinderen en gezinnen. Wel, wij willen gaan naar die bijzondere kinderen en gezinnen. We willen daar een duidelijke doelstelling geven aan die bibliotheek in Kuringen, dat is de familiebibliotheek. Vandaag de dag in Dussaar is minder dan 5% collectie over jeugd. Ik denk dat we moeten gaan naar twee bibliotheken waar Dussaar zijn rol heeft en in Kuringen gaan voor dat sfeervolle bibliotheek, dat waar we de accent leggen op familie. En dat heb ik altijd herhaald, ik zal dat blijven herhalen en daar werken we keihard naartoe. Dus eigenlijk, collega Mondelaar, ik ben aan het doen wat u in der tijd wat hebt nagelaten te doen. Maar goed, los ervan. U zegt in diezelfde presentatie, maar ik zeg u in dezelfde presentatie in 2017, dus het is een gemeenteraadscommissie, iedereen kan dat nakijken, hebt u ook gezegd dat u een alternatief voor de wijkwerking ging zoeken. Een alternatief voor de wijkwerking. Ik ga u eraan herinneren, collega Mondelaars, in 2014 hebt u de wijkbibliotheken gesloten. Ik zal ze opsommen, de bibliotheken die u gesloten hebt. Dat gaat over Stevoort, Kermt, Sint-Lambrechtsherk, Rungst, Banneu, Catharina, Kiewit. 7 bibliotheken die gesloten zijn. Wij gaan geen bibliotheek sluiten. Ik krijg nog altijd dagelijks meldingen van u gaat de bibliotheek sluiten in Kuringen. Dat is dus kinklare onzin. Wij gaan werken naar hetgeen dat we altijd gezegd hebben, naar een familiebibliotheek in Kuringen waar we een aanbod creëren, kwaliteitsvol. En we gaan daar naar komen. Het heeft inderdaad zijn tijd. Wil ik dat het sneller gaat dan het zou kunnen? Ja. Maar ik denk als je iets goed doet, moet je daar je tijd ook voor nemen. En in goed verstandhouding met iedereen om te komen met een goed. Dus ik wil daar ook heel duidelijk meegeven en aanduiden. Nogmaals, collega Mondelaars. Wat geef afronden, alsjeblieft. Goed, ik kan alleen maar meegeven, zoals ik in de mail gezegd heb, het is vandaag echt weinig zinvol, tactvol om te speculeren, om woordspelingen te gebruiken, maar geef ons even nog de tijd om te komen met een goed concept waar ik van overtuigd ben dat Kuringenaren en mensen buiten Kuringen hier heel veel aan zullen hebben aan de nieuwe familiebibliotheek. Collega Mondelaars, u krijgt 2 minuten. Ja, Schepen, het antwoord is intellectueel gewoon oneerlijk. Als u zegt 3 keer dezelfde vraag op rij, nee. Het ging bijvoorbeeld vorige maand ging het over het scholenaanbod, de bieptruck. De eerste en de laatste vraag was inderdaad wel een opvolging over Kuringen. Ook daar u zegt, waar ik zelf persoonlijk in 2014 of na 2014 nagelaten heb om een biepwerking of een wijkwerking uit te werken. Er zijn een heel aantal initiatieven gekomen. En meer nog, hetgeen wat we inderdaad in 2017 op de gemeenteraad unaniem hebben goedgekeurd, dat is uitgevoerd, want Kuringen en Dussaarplein waren een complementaire werking met de nadruk op het familie- en gezinsgebeuren in de bibliotheek in Kuringen. Dan wil ik u ook nog meegeven. U zegt van we willen terug naar de top 5 waar we in zitten. Wij waren de top 1. We waren de allerbeste bibliotheek van Vlaanderen. En ik mag hopen dat we dat nog zijn. Het is vanuit die bezorgdheid dat mijn tussenkomsten er zijn. Gewoon omdat we vinden dat de bibliotheek bijzonder, bijzonder belangrijk is. En wat betreft uw laatste uitspraak waar u zegt, dan geef mij tijd om dat nieuwe plan uit te werken. Ik denk inderdaad zo'n nieuw plan uit te werken. Dat vraagt tijd, dat vraagt inderdaad input van heel wat mensen. Maar u zegt dat we er niet achter mogen vragen, dat we er niet achter mogen dingen. Dan denk ik gewoon, u wil gewoon niet in uw kaarten laten kijken.
goed, dat is uw gegeven, maar daardoor, ik had heel veel hoop, omdat u zelf aangaf, we gaan meer open communiceren over die plannen op de website en op andere wijze. En nu zegt u gewoon van, kijk, laat mij nu zelf even die plannen uitwerken. Het is niet om u te ambeteren, beste schepen, dat we dit vragen, maar uit een bezorgdheid. Een echte, oprechte bezorgdheid om samen te groeien naar een goede bibliotheekwerking voor Hasselt, want de Hasselaren dat doen. Dank. Er is een tussenkomst van een andere fractie. Collega Troosters, u hebt 1 minuut. Alsjeblieft. Dank u, voorzitter. Voorzitter, voor eerst vind ik het niet aan u om een waardeoordeel, een persoonlijk waardeoordeel toe te kennen aan de vraag die mevrouw Mondelaar stelt. Betreft het ging niet over een waardeoordeel, het ging over het feit dat het de zoveelste maal was. Ik heb geen waardeoordeel. Ik reken erop om die tijd bij te krijgen dat je mij onderbreekt. Ja, dat is een dossier dat in beweging is, dat volop in de pers is en ze heeft het volledige recht om daar een vraag of een opvolgingsvraag over te stellen. Dat is 1. 2. Als een vraag 3 keren terug zou komen, en dan richt ik me tot meneer El-Wakili op de gemeenteraad, dan pleit dat niet in uw voordeel dat die 3 keer terugkomt. En als mevrouw Mondelaars in 2014 überhaupt ergens iets zou nagelaten hebben, u zat erbij, u zat mee in het stadsbestuur, dan bent u daar collectief verantwoordelijk voor. Dan moet je niet alleen naar haar wijzen. En voor de rest stel ik alleen maar vast het vorige antwoord op mijn vraag. En nu weer, nu wordt het zelfs letterlijk gezegd, plat politiek opportunisme. Dat is blijkbaar het codewoord van de schepenen vandaag in hun antwoorden. Het woord is aan schepen El-Wakili. Ik denk, mevrouw Mondelaars, we kennen elkaar wel goed. Ik denk, waar ik naartoe zou willen gaan, is dat men even ophoudt met speculaties, insinuaties, wat dat u doet. U haalt een aantal dingen naar voren. Het haalt ze uit een context. U leest ergens in het bestek dat geen personeel, dat beklemt u. U leest ergens 300 vierkante meter, dat beklemt u. Dus waar ik vraag van, kijk, we hebben het een tweetal maanden geleden een voorstellen binnengehad. We zijn ze aan het onderzoeken. En op een bepaald moment dat wij een richting gaan aanzetten, natuurlijk gaan we daarmee naar buiten communiceren. Maar ik denk alleen vandaag het aanwakkeren, dat er mensen ingezet worden die daar pertinent leugens zitten te vertellen, ja, dat maakt me wel een beetje kwaad. Ik ga daar ook heel eerlijk in zijn. Nu, enerzijds zeggen van oké, goed, ja, vandaag, ja, u gaat het bibliotheek inkrimpen, u gaat dit weg, dit gaat weg. Terwijl dat ik even meegeef van wat u in 2014, 7 wijkbibliotheken weg. Geen wijkwerking, want vandaag is er geen wijkwerking in de bibliotheken. En wij willen het goed aanpakken, komen met een totaal voorstel, waar we echt met een goed kwalitatief voorstel, en dan vragen we even tijd. Collega Mondelaars, voor de slotrede. Ik ga niet veel woorden meer aan vuil maken. De bibliotheken, de wijkbibliotheken die destijds gesloten werden, waren heel klein. Kuringen gaat over een grote bibliotheek die veel mensen nou aan het hart liggen. Ik denk dat er vanavond veel mensen rechtstreeks of onrechtstreeks, mensen die gebruiker zijn van deze bibliotheek, meekijken. En zij zullen zelf wel hun conclusies trekken. Want u weet net zo goed als ik dat ik hier niet aan het steuken ben. Goed. Punt is afgehandeld. Meneer de voorzitter, zou ik even iets mogen zeggen? Het is geen reactie op inhoudelijk van de vraag van Zenet. Het is gewoon even iets over de vorm, als ik even mag. Over wie? Wel, het gaat mij. Het vraagstelmoment is een vaste format. Het is duidelijk getimed, er is een duidelijke regel. Iemand stelt een vraag en u probeert dat zo goed mogelijk in goede banen te leiden. En u doet dat goed, maar wat stel ik vast? Dat bij de vraag zo net van mijn collega het toch iemand nodig vindt, collega Persoons, van in de chat, in de vergaderchat, daar een opmerking te plaatsen. Wel, ik vind als mevrouw Persoons iets te zeggen heeft, dan moet ze dat doen in de micro, zodat iedereen dat kan horen. En niet in de chat, daar even een smiley erbij. Die vergaderchat maakt geen deel uit van het vragenmoment. Ik wou dat nog even zeggen. En ik zou dat graag hebben dat u daar op wijst, of in de toekomst toch dan op wijst. Dank u wel. Je hebt daar een punt. Ja. Wij noteren dat. Goed, ja, dat maakt geen deel uit van die vraag, maar dit wordt genoteerd en wij zullen dat bekijken. Voorzitter, mag ik daar heel kort iets op toevoegen, met het over mij gaat? Maar. Eens, ik zal het heel kort zeggen. Ik ben gewoon blij. Mij stoort het eigenlijk helemaal niet dat mevrouw Persoons iets in de chat zegt. Hebben we haar toch 1 keer gehoord, want anders horen we haar nooit. Goed, oké. Dan komen wij nu aan de punt 33 van de agenda. Dat is de mondelinge vraag van raadslid collega Philippe Dologne.
in verband met een vraag rond de stand van zaken van het klimaatplan. Het woord is aan collega Dolon en de vraag is voor schepen Joost Venken. Ja, klopt, voorzitter. In 2018 ondertekende de stad Hasselt een convenant of mayors om de CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40%, en dat in vergelijking met 2011. In 2011 zaten we in Hasselt toch aan ruim 411.000 CO2-uitstoot. In 2017 aan 397.000. Gezien het feit dat er sprake is om te gaan naar maar liefst 167.000 ton besparing naar 2030, heb ik drie vraagjes aan Schepen Venken. Wat is nu, na bijna één jaar na het lanceren van het ambitieuze klimaatplan, de stand van zaken? Welke zijn de concrete maatregelen die al effect hebben gesorteerd? En welke huidige maatregelen hebben dus nu impact? En hoe kunnen we dit opvolgen? Dank u wel, collega Dalonje, voor deze vraag. Ja, de klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen waar we als mens mee geconfronteerd zijn. Die impact kan niet onderschat worden, helaas. Maar ik zie het glas liefst half vol. We kunnen dit aan. En cruciaal is dat we dat samen en constructief doen op alle niveaus. De Europese Unie, de federale overheid zijn verantwoordelijk voor energiewetgeving, het gewest voor mobiliteit. En zo moet iedereen zijn puzzelstukje bijdragen. Op lokaal vlak hebben wij vooral impact op de verwarming bij huishoudens, dat is bij ons een heel grote factor van CO2-uitstoot, elektriciteitsverbruik bij vooral grote instellingen, bedrijven, overheden. Daar willen we ook op focussen met het plan. Cijfers naar impact toe, ja, het plan zelf is eigenlijk van start gegaan begin 2020. Dat is nog net iets te vroeg om daar ook al cijfers over te hebben. De laatste cijfers waar u naar verwijst, dat zijn algemene cijfers. Eind 2018... zaten we daar aan 6% reductie ten opzichte van 2011. Dat is zeker niet voldoende. Dat is absoluut niet wat de doelstelling is. Als je het gaat vergelijken met andere steden en gemeenten, zitten we wat dat betreft in de middenmoot, maar het maakt wel duidelijk dat er veel werk aan de winkel is. En daarom is het huidige klimaatactieplan inderdaad ambitieus en vooral heel concreet en actiegericht. Ik wil een paar voorbeelden geven van maatregelen die dit jaar zijn uitgerold. Uiteraard bemoeilijkt door corona. Maar dat wil niet zeggen dat we hebben stilgezeten. Ik denk dan aan energetische maatregelen in ons eigen patrimonium. We hebben centrale werkplaatsen voor een deel gerelight, Kunstencampus, stookplaats van OC Catharina, renovatie van het dak van de school in Tuil, sportafkeuringen en dergelijke meer. Naar burgers toe hebben we echt wel de weg ingeslagen om huis aan huis aan de slag te gaan. Heel hands-on, want dat is hetgeen dat je moet doen, denken we, als je aan huishoudelijke verwarming wil werken. Dat kon uiteraard nauwelijks vandaag. Dit jaar, maar we hebben dat wel geprobeerd op beperkte schaal met heel gerichte ingrepen. Dus we hebben slimme energiemeters aangebracht bij mensen die boilers hebben voor warm water, die in de meest kwetsbare doelgroepen zitten. Ik denk aan sociale woningen, woonwagenterrein. Met het energiehuis hebben wij een specifieke afspraak gemaakt die anders is dan voor andere gemeenten, waarbij wij een energiescan XL vragen met ook weer als doelgroep die meest kwetsbare, omdat dat zaken zijn die we wel degelijk vandaag konden uitrollen. Maar we zien 2020 vooral als het startjaar om een heel aantal zaken in stelling te brengen. Zo hebben wij overeenkomsten met partners opgesteld. Ik denk dan een aantal zijn op de gemeenteraad ook geweest. Raamcontract met het Vlaams Energiebedrijf voor de installatie van zonnepanelen op eigen gebouwen, zowel met eigen middelen als met participatie. Zeker ook het contract met datzelfde VB voor de totale renovatie van 5 verschillende gebouwen. Het Cultuurcentrum, Geneve Museum, Kunstencampus, waarbij we de Hasselaren gaan laten mee participeren. We hebben een raamcontract duurzame groepsaankopen, wat nu gaat uitgeschreven worden, waarbij we mensen willen helpen om elektrische fietsen, groene stroom, zonnepanelen aan te kopen. Het energiezorgplan met Fluvius is ondertussen ook opgesteld om het kwaliteitslabel wat energiebeheer betreft te behalen. Het lichtplan rond verledding met Fluvius. Bestek is klaar voor een partner te zoeken voor effectief huis aan huis te gaan en mensen te helpen bij renovatie, met begeleiding voor renovatie. Daarnaast staat ook een bestek klaar om een partner te zoeken om via community-based marketing specifiek die grotere energieverbruikers mee te krijgen in het verhaal van Belgische groene stroom. Dus je ziet, we hebben eigenlijk nu in 2020 zeker niet stilgezeten omwille van corona, maar omdat we niet naar buiten konden, vooral intern heel veel op gang gezet om de komende jaren te reduceren. Je kan dat transparant en heel duidelijk allemaal meevolgen. We hebben een website, hasselt.futureproofed.com.
waarin je eigenlijk alle maatregelen die in het klimaat afvallende schepen staat, kan terugvinden en waarin we daar uitvoerig rapporteren over de opvolging. Dank u. Ja, repliek, collega Moors. Delogne. Delogne, excuseer. Is niks voor zo'n. Ik ben dezelfde partij. Ja, absoluut. Ik wou nog eens heel even het hebben over die website. Waar kunnen we dat volgen? En kunnen we daar ook met een app dat volgen? Het zou ook leuk zijn als de bevolking een beetje gemobiliseerd wordt om dat item wel op te volgen natuurlijk. Hè? Want we praten toch naar een grote groene omwenteling, ook waar ook veel lokale ondernemers ook een deel in kunnen hebben. 100 miljoen investeringen ook naar 2030, dus dat is heel wat. Zouden ook niet de communicatie daar rond kunnen verstevigen, Schepen Venke? Eerst even vragen of er andere fracties zijn die willen tussenkomen. Nee, dan heeft Schepen Venke nog het woord voor 1 minuut. Ik kan het alleen maar onderschrijven. Ik denk dat u gelijk hebt dat we niet genoeg kunnen communiceren, dat we dat nog veel duidelijker moeten maken. En de website is er, maar is inderdaad niet zo gekend. We zijn nu aan het bekijken op welke manieren we dat veel bekender kunnen maken, zodat iedereen kan meevolgen en ook vooral kan zien hoe hij zelf zijn steentje kan bijdragen. En zo hopen iedereen mee te krijgen. Dank u. Wens u daar nog op te reageren, collega Delogne? Nee, dank u. Goed, dan is dit punt, deze vraag afgehandeld. Komen wij aan punt 34 van de agenda. Dit is een motie, voorstel tot beslissing van collega Kim de Witte, in verband met, of de vraag is, of Hasselt de Europese klimaatambitie onderschrijft. We gaan ongeveer hetzelfde systeem doen als met de vragen, als u dat niet erg vindt, collega de Witte, maar u hebt alleszins het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben akkoord met uw voorstel van aanpak. Mijn motie sluit perfect aan bij de vraag van collega de Delogne. De opwarming van de aarde loopt uit de hand. De situatie evolueert snel, zoals we weten, waar we enkele jaren geleden nog konden dromen van een witte kerst. Stel ons nu de vraag of we ons kerstdiner en ons kerstontbijt eventueel buiten kunnen doen. We noteren temperaturen half december van 12 graden. Niet alleen de winters, maar ook de zomers worden steeds warmer. Hè. We breken jaar na jaar alle records en we dreigen ook een nijpend water, drinkbaar waterrecord te krijgen. Alle klimaatwetenschappers zijn het erover eens. Hè. Als we de opwarming van de aarde niet beperken tot 1,5 graden Celsius, dan krijgen wij een groot probleem. En om die 1,5 graden Celsius binnen die perken te blijven, moeten we in 2050 geen CO2 of andere broeikasgassen meer uitstoten. Dus dat is niet niks. En om die doelstelling te behalen, moeten we tegen 2030 al een belangrijk stuk van de weg hebben afgelegd. Want hoe meer we afleggen in het begin, hoe beter dat werkt naar het einde toe. Europa gaat de klimaatdoelstellingen verscherpen. Collega Venken heeft het al vermeld. Dus zij hebben afgelopen weekend beslist dat zij eigenlijk tegen 2030 naar een reductie willen gaan van 55%. De Belgische regering onderschrijft die Europese Green Deal. Zij zeggen ook dat zij die 55% vermindering willen bereiken tegen 2030. De federale regering heeft daarover ook een akkoord bereikt met de deelstaten, waaronder Vlaanderen. En dus, mijn inziens kunnen de steden en gemeenten dan ook niet achterblijven. Antwerpen liet ondertussen al weten dat zij gaan naar 50-55% reductie tegen 2030. En in Hasselt ligt de doelstelling nu nog steeds op 40%. Dus met deze motie vragen we eigenlijk dat Hasselt zich ook verbindt tot die ambitieuze, maar noodzakelijke klimaatambitie, zijnde een reductie van 55% tegen 2030. Ik dank u. Zoals gezegd bij de vorige vraag ook, ik denk het klimaatprobleem is enorm belangrijk, is cruciaal dat we dat nu aanpakken. Daar hebt u groot gelijk in, ik denk dat we dat met velen samen zeggen. En zoals gezegd, dat moeten we samen doen, dat moeten we constructief doen. En ik denk ook op een serieuze manier. Ik denk dat we
met serieuze voorstellen aan de slag moeten gaan. En het spijt me, meneer De Witte, maar dit is geen serieus voorstel. Omwille van twee redenen. Eén, u vraagt een bekrachtiging van Europese wetgeving. Ja, eigenlijk is dat absurd. Uiteraard geldt de EU-wetgeving ook in Hasselt. Daar hebben we geen motie voor nodig. Want anders kunnen we ook beginnen met moties rond, ja, Vlaanderen heeft pas de betonstop aangekondigd. Goed, dan kunnen we ook een motie indienen om dat ook in Hasselt te laten gelden. Dat is niet nodig, want dat geldt. Hetzelfde geldt voor de COVID-maatregelen. Voor mijn part volgende keer een motie over tegen de doodstraf. Daar kunnen ze in Amerika dan misschien iets van leren. Maar dat soort moties zijn zinloos, mogelijkheden zijn overloos. Dat is eigenlijk geen serieuze manier van aanpakken. Het klimaat verdient denk ik beter. En ten tweede, ook inhoudelijk. Goochelen met cijfers is gemakkelijk, maar weet waar u over spreekt. U vergelijkt appelen met peren. U spreekt over 55%, over 40%. Wel, in Hasselt staat er inderdaad ingeschreven tenminste 40% tegenover 2011. In Antwerpen spreekt men over min 50% tegenover 2005. Een jaar met een veel hogere uitstoot. Dus uiteraard moet je dan je percentage hoger leggen tegen 2030. En de Europese Unie, die hebben als referentiejaar 1990. Ja, dat is een totaal ander verhaal. Je kan appels niet met peren vergelijken. Het is geen voorstel dat kan, omdat je met een heel ander referentiejaar zit. Dus collega's, mijn voorstel is in ieder geval om dit niet goed te keuren. Ik ben heel blij wanneer er constructieve en serieuze voorstellen zijn, maar dat is dit niet. En ja, collega Troosters, u zei dat al vaak gezegd is, dat er sprake is van platpopulisme. Wel, ik vind dit wel degelijk een voorbeeld van platpopulisme, niet ten gunste, maar op kap van het klimaat en van iedereen die ermee begaan is. Collega De Witte, u mag reageren. Dank u wel, meneer De Schepen. Rond uw eerste argument, ja, zoals ik het begrijp, hebben wij toch in ons plan een heel duidelijk cijfer vooropgesteld. Ik zie nergens in ons plan staan de afschaffing van de doodstraf die er niet is. We hebben toch in ons Hasselt regeerakkoord een doelstelling vooropgesteld rond CO2-reductie. We zien nu dat Europa ambitieuzer is dan wij zelf. Want u weet heel goed dat de reductie tussen 1990 en 2005 minimaal is. Dat is net heel het punt. En tussen 2005 en 2011 ook. Dus dat is niet dat die ambitie dan tot zich hoger is. We zitten net in een situatie waar de CO2 zelfs is toegenomen. Toegenomen in de jaren 90 en begin jaren 2000. Dus wat u zegt, ik ben akkoord, we kunnen die data gelijkstellen. Daarover gaat de discussie niet. Voor mij is het zeker akkoord om met gelijke maatstaven te werken. Maar u gaat me toch niet vertellen hier dat Europa nu minder ambitieus zou zijn dan Hasselt. Dus Europa geeft een richtlijn. En dan kunnen lokale overheden, landen en lokale overheden kunnen zich engageren en zeggen, wij engageren ons daar mee voor. Wat Hasselt kan doen, is zeggen, nee, wij doen minder dan andere steden moeten maar meer doen. En wat wij kunnen zeggen daar tegenover is, nee, wij zelf engageren ons ook. Zoals België zegt, wij engageren ons, wij onderschrijven die New Green Deal van Europa. En mijn voorstel is dat Hasselt ook die ambitie uitstraalt en zegt, we moeten meer inspanningen doen. Dus ja, uw antwoorden die raken kant nog wel, met alle respect, en dat u daarvan over populisme begint, allee, dat is echt wel heel triestig. Hè? Meneer De Schepen zegt gewoon, nee, wij vinden die ambitie te hoog, we vinden dat niet haalbaar, dat kan u zeggen. Maar begin niet met dat soort taal, dat is triestig. Goed, Schepen, wenst u daar nog op te reageren? Heel graag. De EU heeft in hetzelfde weekend waar u over spreekt, waarin ze bekendgemaakt hebben, we gaan naar die 55%, ook kenbaar gemaakt hoeveel procent er sinds 1990 gereduceerd is. U zegt dat er bijgekomen is. Volgens de Europese commissaris is er een reductie van 23% gerealiseerd tussen 1990 en nu. Nu weet ik niet of ik u moet geloven of de commissaris, maar ik weet dat eigenlijk wel, wie ik moet geloven. Dat is één. En twee, u zegt dat wij niet ambitieus zijn. Wel, ik vraag u, doe dan een goede berekening, en als u een correcte berekening doet ten opzichte van die verschillende jaartallen, dan zal u zien dat Hasselt zeer ambitieus is, want wat u vergeet, de Covenant of Meyers, waar u ook naar verwezen hebt, ja, wat wij ondertekend hebben, de Covenant of Meyers is nu net gestoeld op het gegeven dat lokale overheden juist meer willen doen en meer doen dan Europa. Dat is de ontstaansgeschiedenis van de Covenant of Meyers. Die doelstellingen liggen nu eenmaal hoger dan de Europese Unie. Dus het is vrij absurd om nu te gaan zeggen dat onze doelstellingen lager zullen liggen. Dat is gewoon pertinent onwaar. Goed.
Oké. U hebt het slotwoord, collega De Witte, van 1 minuut. En dan leggen wij die motie ter stemming voor. U heeft 1 minuut nog. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer De Schepen, ik heb gezegd, in de jaren 90 is er geen reductie geweest. Tussen 2005 daarna is er inderdaad meer reductie geweest. Maar voor mij geen enkel probleem om een berekening te maken op dezelfde aan jaartallen. Als uw stelling is dat Hasselt momenteel ambitieuzer is dan Europa, wil ik heel graag een nieuwe berekening maken en dezelfde maatstaven gebruiken. Geen discussie voor mij daarover, maar u gaat toch niet verdedigen nu dat wij momenteel, u zegt dat wij momenteel ambitieuzer zijn dan de ambitie van de Europese Unie. Dat lijkt mij wel echt ernaast. Dat lijkt me wel echt ernaast. Maar ik zal het herberekenen en volgende maand met een nieuw voorstel komen. Want blijkbaar is daar het probleem dat u zegt, wij zijn momenteel wel al ambitieuzer. We leggen het volgende maand met een nieuwe berekening met dezelfde begincijfers terug op tafel. Ik dank u. Ik heb gezien dat niemand van de andere fracties een tussenkomst heeft gevraagd. Dus leggen wij deze motie ter stemming voor. De stemming is geopend. Nog 5 seconden. De stemming is gesloten. Resultaat van de stemming. Voor gestemd het P van de A. De andere fracties stemmen tegen. De andere fracties stemmen tegen. Alvorens de openbare zitting van deze gemeenteraad af te sluiten, zou ik toch nogmaals, of niet nogmaals, zou ik alleszins toch symbolisch, als het ware, Schepen Lies Jans toch nog even in de bloemetjes willen zetten. Er zijn een aantal mensen die dat individueel gedaan hebben in de loop van de vergadering, in de loop van de avond. Maar ik meen dat ik mag spreken namens de ganse gemeenteraad. De 2 jaren dat ze hier gefungeerd heeft als Schepen, heeft ze dat gedaan met hart en met verstand. Wij zullen haar missen, maar wie weet, en de burgemeester geloof ik heeft al aangehaald, misschien komt er nog ooit de Groot Hasselt met Lies Schepen opnieuw als Schepen. Met Lies Jans, sorry, opnieuw als Schepen. Lies, het gaat u verder goed. Dank u. Graag gedaan. En hiermee sluit ik het openbare gedeelte van de zitting van de gemeenteraad.